aflevering 148 van Theme Talk van zondag 6 december 2020. Het heerlijk podcastje is gekomen, zullen we maar zeggen. Yes, eindelijk. Nou. Ja, moeten we eigenlijk een beetje nog een soort uitleg geven? Een soort uitleg. Nou, de uitleg is heel simpel. We hadden een podcast opgenomen. Ja. En we zaten op afstand van elkaar. Ja. En ik had een soort tooltje gebruikt. Dat wordt heel technisch, hè, maar wel leuk. Ja. Omdat we elkaar op studio-kwaliteit konden horen. Wie zijn we eigenlijk? Want we hebben elkaar aan het niveau gesteld. Oh, hoi, ik ben Thomas van Groningen. Ah ja, hallo, ik ben Maurice de Zeeuw. Ja. En dit is de podcast over pretparken en themaparken. Ja. Maar dat weten mensen. We beginnen eerst een keer over de radio. Ja, maar we hadden dus een tooltje. En ik zat in een studio. Alleen in die studio, op de scherm, waar de computer waarop ik die verbinding met jou had lopen, kwam ook... Jouw kwam de signaal uit een mengtafel terug waar jij ook weer bij zat. Dus jij hoorde jezelf dubbel. Ja. Dus ik had een tooltje en dan kon je aangeven, no headphones. Dat is een soort van trucje. En dan filtert die degene die praat eruit. Dus dan hoorde jij jezelf niet terug. Ja. Dat had ik aangezet. Dus ik dacht, nou prima, opnemen. Dan is het, dat is in ieder geval geregeld. Alleen wat ik niet wist, is dat als je dan opneemt, dat hij dan ook die variant opneemt die teruggaat naar jou. Dus als jij dan door mij heen praat, dan val ik helemaal weg. En dan is het... Maar dat was heel raar, want het is wel juist een tool die volgens mij daarvoor gemaakt is. Ja, maar het was verschrikkelijk. Dus ja. Daarom nemen we nu opnieuw op. Zeker. Dus ik heb hem nog helemaal teruggeluisterd, net de mislukte opname. Ja. En ik ga precies hetzelfde zeggen. Als in die opname ga ik nu... Oké, okay. Ja. Dan ga ik dezelfde grappen weer maken. En ga ik weer net zo hard lachen. Ja, precies. Heel goed. Ja. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Nou, we hebben ons al voorgesteld. En deze week gaan we praten onder andere over... Universal met een Nintendo Land dat af is. Er is iets met Movie Park Germany. Dat is een pretpark in Duitsland. Ja, klopt, ja. En verder... Waar wij abonnementen voor hebben. Ja, ja, ik ben er heel benieuwd naar. Ik ook. Er komt een nieuwe achtbaan. En eventjes over de Efteling moet het hebben. De multidimension achtbaan. Kampvuren. Ja, dat is sinds... Nou, dus vandaag is dat nieuws binnengekomen. Ja. Dat, iets met kampvuren. Iets met kampvuren. Maar eerst, Maurice. Ja. Belangrijk. Wat is jou deze week opgevallen in pretparkland? Nou, wat mij is opgevallen... Ik ging dus afgelopen week met de auto naar de Efteling. Dat meen je niet? Ja. Ik hoor het voor het eerst dit. Nee, ongelooflijk. En weet je toen wat er gebeurde? Jij ging parkeren op parkeerterrein. Klopt, ja. Ja? En toen... Gaan jullie elkaars rol invullen. En toen zag jij iets bijzonders op jouw telefoon. Ja, ik had namelijk Flitsmeister aanstaan. De prachtige app waarmee je allerlei updates krijgt over de weg waar je op rijdt. Zoals er rijdt een ambulance, of er is een wegafzetting, of er staat een voertuig stil, of er is een flitser. Hè? Ja. Maar wat ik ook als update meekreeg in mijn Flitsmeister was dat ik geparkeerd stond op de baan Langnek 5. Dus Flitsmeister die registreert niet alleen dat je zeg maar de Efteling op komt rijden, maar die registreert ook voor jou van hé, je staat in dat parkeerstuk. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt geweldig. En dat is de Flitsmeister app. Ja. Ja, ik vond dat echt een soort van service. Want normaal gesproken dan loop ik altijd helemaal verloren aan het einde van het... Ah, trouwens, als ik terugkom van de Efteling, dan is het park meestal al lang... Al minimaal 3 kwartier dicht. Ja. Want ik blijf nog altijd hangen voor Aquanura en zo. Dus ik ben eigenlijk... Ik heb mijn auto redelijk snel gevonden. Maar stel dat je inderdaad dat je voor sluitingstijd weggaat. Dan is het nog wel eens zoeken naar de goede auto. En ik weet dat Europa Park een app heeft waarin je kunt aangeven waar je staat geparkeerd. Mm-hmm. Nou, bij de Efteling hoeft dat niet. Want als je Flitsmeister aan hebt staan, dan onthoudt die voor jou waar je stond geparkeerd. Ja. Wel tof. Ik maak altijd een foto als ik... Maar ik ben door schande en schade wijs geworden, hoor. Want het was dat is echt wel eens misgegaan. Ja? Ja, de allerergste is ooit geweest op het parkeerterrein van Magic Kingdom. Ja, oh. En een huurauto, van ik ook niet eens meer wist hoe die eruit zag. Oh, ja. En in Amerika is het wel gebruikelijk dat je dan een afstandsbedienetje hebt waarmee je kan klaksoneren, zeg maar. Ja. Dan zit je dan zo, Ja. Niet kunnen vinden, die auto. En ook echt niet meer weten welk trammetje zaten we nou. En we hebben echt een half uur doelloos rondgelopen. Maar daar word je aan het einde van, of aan het begin van de dag, echt helemaal gedrilled met... Oké, folks, SCAR 20... SCAR 20. En dan moet je ook echt dat mee gaan zingen volgens mij. Dus... Nee, dat heb ik ooit wel eens verteld. Dat is bij Animal Kingdom. Er was een vent toen. Ja. Die maakte een liedje van waar die vandaan was. Dinosaur 35. Ja. En dan moest iedereen mee zingen. We hadden hetzelfde bij Magic Kingdom. Toen we daar stonden geparkeerd. En toen waren we inderdaad echt helemaal door ons sergeant gedrilled. Net nadat hij had gezegd, driver, you're clear. En dan ga je rijden. Clear for dispatch. Piep. En dan gaat hij een heel verhaaltje vertellen van, welcome to the Magic Kingdom. En dan, je bent geparkeerd op... Je hebt het hero-stuk en het villain-stuk. Ja. En wij stonden toen geloof ik op hero of zo. Of ja, ik heb geen idee. Maar dan word je ook echt helemaal van... Oké, iedereen die nu in het treintje zit... Jongens, let op. Jullie staan allemaal in de rij Hercules 5. Ja. Of SCAR 20, wat ik al zei. Of Ariel 6. Nee, heel opmerkelijk nu we het over het parkeerterrein van Magic Kingdom hebben. Ja. Dat parkeerterrein is uitgebreid in coronatijd. Dat is gek, hè? Oh ja? Dus ja... Je hebt meer dat je daar zo'n stuk niks.
Ja, ze kunnen natuurlijk nooit... Er lag ooit een heuvel met zand en zo, maar dat, ja, dat is nu ook voor een deel parking gemaakt. Dat is heel gek. Ik zat dat te lezen, ik dacht, waarom doen ze dit? Maar dat zou waarschijnlijk wel ter voorbereiding zijn op de 50ste verjaardag. Dat zal, ja. Volgend jaar. En ze konden daar waarschijnlijk nooit wat doen, omdat elke dag dat parkeerterrein wordt gebruikt. Maar nu dat zou natuurlijk... Nee, het was al vorig jaar wel... Ik moet wel zeggen dat de laatste keer dat ik er was, waren ze dan mee bezig. Maar... Ze hebben daar zo'n flyover gemaakt, hè? Ja. Ja. Ja, die infrastructuur daar is echt sick. Ja. Andere vraag. Overigens gaan we het nu al... dit was in de verdwenen aflevering. In de Twilight Zone aflevering hebben we dit helemaal niet besproken. Nee, maar dus, even iets anders. Heeft de Flitsmeister app dan ook de actiefoto dingen als flitsers in het systeem staan? Ja, die gaat ook... Als je het hard rijdt in de Python, dan krijg je dat ook door inderdaad. Flitspaal. Rood en 80. Ja, precies. Zo, ja. Ja. Ja, nee, dus dat onthoudt hij allemaal voor je. Vond ik wel een goede service. Ja. Ja, ik weet niet of je er heel veel aan hebt, want op het moment dat je wegloopt, dan onthoudt hij waar je dan bent. Dus ik weet niet of je kunt terugzoeken van ik was daar en daar. Maar ik vond het wel leuk om te zien dat Flitsmeister wist dat ik op Langnek 5 stond. Even, ik weet niet voor wie niet weet hoe het parkeerterrein van de Efteling eruit ziet. Dat is dus opgedeeld in verschillende stukken. Roodkapje, Wolf, Kabouter en Langnek. En die hebben dan alle verschillende stroken. Dus je kunt op een goede dag zomaar geparkeerd staan op Kabouter 6. Of Assepoester 12. Of Wolf 3. Dus. Maar Thomas, wat is jou opgevallen in Pretparkland deze week? Mij is opgevallen dat op de dag dat we dit opnemen... Mm-hmm. Het RIVM 6814 coronabesmettingen telt. Oh. In de afgelopen 24 uur. Mm-hmm. Dat is best wel veel. En daar is een kleine kanttekening bij, is dat meer mensen zich weer mogen laten testen. En wat nu ook mensen die geen klachten hebben naar de teststraat kunnen. Dus in theorie, als meer mensen zich testen, heb je ook meer mensen die het positief zijn. Dus als niemand zich meer laat testen, dan mogen de pretparken weer allemaal gewoon over. Ja, dat is eigenlijk, dat zijn allemaal redelijk bij. Maar dus daar zitten kleine kanttekeningen. Maar dat heeft natuurlijk ook iets met pretparken te maken. En daar kunnen we volgens mij even niet omheen. Dus als je corona moe bent, dan spoel even door. We gaan nu in, er komt zo'n plingeltje nu. En dan moeten mensen eigenlijk even doorzeppen naar een bepaald moment. Ja, Thomas, jij monteert hem deze week. Dus als jij dan nu even zegt naar welk moment de mensen moeten doorzeppen. Als ze het corona-verhaal willen skippen, zeg het maar. Ja, hallo, Thomas hier vanuit de montagestudio even via de intercom. Als je doorspoelt naar minuut 29,5, dus 29 minuten en 30 seconden ongeveer, dan zijn we daar klaar met corona. En anders blijf je luisteren. Werk. Zo, nou, voor iedereen die er nog is, we gaan het toch maar even bespreken. Ja, er zijn allerlei mensen die hebben geklaagd dat we het zoveel over corona hebben, maar jullie vinden dat blijkbaar prima. Dus welkom in de zure tunnel. Ja, ja. Thomas, jij was nogal aan het klagen afgelopen dagen. Nee, niet klagen. Aan het constateren. Ja, dat is, dat is ook grappig. Dan tweet ik bijvoorbeeld iets over de Efteling. En dan, ik schrijf alleen maar op wat er feitelijk gebeurt. Ja, dus maar dat vind ik altijd zo'n slap excuus. Ja, maar ik rapporteer gewoon de feiten, meneer. Ik rapporteer gewoon de feiten. Ja, maar dat is echt wat ik deed. Ik probeer me heel ver te houden. Ik heb in het verleden bijvoorbeeld over Toverland wel eens echt een mening gegeven. Ja. Nu probeer ik dat een beetje, want ik heb daar een beetje van geleerd. Dus ik schrijf alleen maar op van, dit is wat er vandaag gebeurde. Ja, maar het dit is wat feit, mensen zeggen. Het feit dat je een bepaald feit constateert en rapporteert. Ja, okay. Daarin ligt ook al een mening. Nou, maar ja. Ik kan ook zeggen van, ik kan ook bepaalde dingen constateren die ik zeg van, goh, de gel was waarschijnlijk op. En daarmee zeggen, je haar zit niet. Maar ja, dat, weet je? Ja. Maar kijk, het punt was, het was gewoon wat druk geweest de afgelopen week in de Efteling. We zien nu, het waren die ANWB-dagen. Ze waren twee weken dicht geweest. Dat was het eerste weekend een ANWB-dag. En een week later was er een Ascent-event. En op beide dagen hebben we ook mensen gesproken die zeiden dat het heel druk was. Dat ze op sommige plekken geen afstand konden houden. Ik moet zeggen, ik heb ook veel mensen die mij benaderd hebben. Die hebben gezegd, dat klopt niet. Want ik was er die dag en het was prima. Nou ja, goed, dat is natuurlijk... Dat is het lastige. Hè? Zeg dat er 2000 mensen zijn die het te druk vonden. Mm-hmm. En 2000 mensen die het prima vonden. Ja, en het lastige is natuurlijk dat... En 7000 mensen die het allemaal wel helemaal goed vonden. Ja, maar het feit dat er mensen zijn die zeggen, ik heb het niet meegemaakt, dat... Neemt niet weg dat er wel mensen zijn die wel aangaven dat ze geen 1,5 meter afstand konden houden. Wat natuurlijk niet de bedoeling is in coronatijd. En wat we nu zien, dat is wel interessant, is dat we zijn nu 2 weken verder. En dit weekend heeft de Efteling allerlei maatregelen genomen. Hè? Dus de warme winterweide heeft geen muziek meer. De vuurkorven zijn weg. En ik kan uit betrouwbare bron in deze podcast melden dat de Efteling ook daadwerkelijk minder mensen binnenlaat.
Okay. Dus daarin is wel degelijk iets veranderd. Dus ik denk dat ze ook zelf een beetje geschrokken zijn van de commotie die er ontstond. Ja, ik wilde gisteren eigenlijk nog reserveren voor vandaag voor de Efteling, maar dat kon niet meer. Nee. Zegt natuurlijk helemaal niks. Maar... dus de Efteling heeft er wel van geleerd. Ik denk dat het wel goed is hoor, want het was ook wel echt extreem. En je ziet ook dat die coronabesmettingen oplopen. En we hebben ook bij BNR iemand gesproken, Wim Schellekens. Die is de oud-hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg en die zit in dat red team. Soms zijn er wel eens mensen die een beetje boos worden van het red team. Want dat zijn dan deskundigen die vanaf de zijlijn allemaal lopen te roepen. Ja, geven ongevraagd en gevraagd hun mening over... Ja, zij vinden dat Nederland een hele snelle en korte lockdown nodig heeft. Dus maar wel een hele felle. Dus dat echt alles dicht gaat. En dan 2 weken en dan zouden we weer daarna wat ademruimte kunnen krijgen. Dus hij vindt dat pretparken dicht moeten. Maar hij zei ook echt, ik vond het nogal felle bewoording. Maar hij noemt de Efteling ook echt een mogelijke coronabrandhaard. Als het zo druk is. Ja, maar denk je dat dat ook zo is dan? Want... Ik denk dat dat ook zo geldt voor bijvoorbeeld de Hornbach en de IKEA. En daar kun je niet naar buiten. Daar kun je echt niet... Kijk, bij de Efteling kun je zeggen, weet je, ik duik wel even het Sprookjesbos in. Of ik duik wel even het pad in tussen Joris en de Draak en Fatum Ghana. Bij de Hornbach kun je zeggen, ik duik even het gangpad 6 in. Moet je de route volgen, ja. Precies. Ja. Dat heb ik hem gevraagd en daar had hij wel een paar interessante punten. Hij zei, 1, een Hornbach, daar blijf je niet lang. Maar je gaat niet de hele dag naar de Hornbach. Nou, dus je weet daar niet hoe ik naar de Hornbach ga. Precies. Maar omdat je in Efteling ben je een hele dag. En kom je op meerdere punten terecht waar het druk kan zijn of is. Dus in een wachtrij of in een rij voor de horeca of wat dan ook. En als je dat allemaal met elkaar optelt, dan zit je dus op een mogelijke besmettingsbrandhaard. En we gingen dan even uit van het getal van 11.000 bezoekers. Maar het zijn er meer geweest op die dagen. Maar 11.000 weten we zeker. Omdat Ascent had bevestigd dat zij 11.000 tickets hadden verkocht. Ja, maar het is niet dat er dan dus ook nog eens 10.000 reguliere daggasten opkomen. Ja, maar er waren wel, er kwam wel iets bij. We weten niet hoeveel. Want dat wil de Efteling niet zeggen. Nee, maar de Efteling kan dus precies aangeven. De Efteling kan precies beslissen. We laten nu nog maar, ik zeg maar wat, nog maar 2.000 extra mensen toe. Ja, maar dat weten we dus niet. Nee, maar... Er wordt zeg maar gedaan alsof die Ascent en ANWB-dagen... alsof dat nog eens bovenop het aantal reguliere gasten komt. Maar dat is niet zo. Ik denk maar dat Efteling daar wel een maximum heeft ingesteld. Want stel dat normaal gesproken zonder event... dan kun je, 12.000 mensen regulier binnenlaten. Ja. Maar dan zeggen ze, weet je wat, we hebben een evenement van 11.000 mensen... dus we laten nog maar 1.000 reguliere gasten toe. En we verkopen voor die dag nog maar 1.000 reguliere entree-tickets... plus nog 2.000 abonnementhouders. Ik denk echt wel dat Efteling die verantwoordelijkheid neemt, hoor. Ja, dat weten we dus niet. Maar het waren dus in ieder geval 11.000, maar waarschijnlijk dus iets meer. En als je dan statistisch kijkt, op dit moment met het aantal mensen dat in Nederland besmet is... zouden er op zo'n gegeven dag minstens 100 mensen in dat park moeten zijn... die besmettelijk zijn en het dus ook kunnen overdragen met het coronavirus. En daarom zegt deze, en hij is wel een deskundige, hij zegt... dan moet je dus wel oppassen met dat soort locaties. Zeker nu het zo hard oploopt. Dus dat is wel interessant. Uh-huh. En er was nog één ding wat ik wel heel interessant vond. Is dat de Efteling heel vaak zegt in communicatie... dat ze op 50% van de capaciteit van een jaar geleden zitten. Ik denk dat dat niet klopt. Maar goed, ze zeggen dat. Waarom denk ik dat het niet klopt? Is omdat Ascent aangaf dat zij bij hun event een jaar geleden... 13.000 tickets mochten verkopen van de Efteling. En nu 11.000. Dus dat is natuurlijk gek. Dat klopt, maar dat is precies wat ik nou net zeg. Ja. Die 2 jaar geleden, dat event, daar waren waarschijnlijk, 13.000 ANWB-tickets en 10.000 reguliere gasten. Ja. Nu hebben ze het aantal reguliere gasten naar beneden gehaald. En dan alleen maar... En dan nog die ANWB, toch? Nou ja, dat zou kunnen, maar dat klinkt niet logisch. Snap je? Omdat de Efteling daar zo geheimzinnig over doet, kunnen we dat niet verplicht om dat te vertellen. Ze hebben er zelfs ook belang bij dat het niet te druk wordt in het park. Nee, maar ze hebben er wel belang bij om ook geld te verdienen natuurlijk. Dus dat is een hele ingewikkelde. Ja. We kunnen dat als journalisten kunnen we dat niet boven tafel krijgen hoeveel mensen er nou in dat park lopen. En je zou denken dat in een tijd waar we te maken hebben met allerlei beperkingen overal en nergens. Horeca dicht en je mag niks eigenlijk. Dat als er één plek is waar het wel mag, dat je eigenlijk wel zou willen weten hoeveel mensen zijn daar dan. Zeker ook omdat in de voorwaarden dat ze open mogen staan, dat ze een afspraak moeten hebben met de lokale autoriteiten hoeveel mensen er binnenkomen. En blijkbaar is er een soort van gentleman's agreement tussen het park en de lokale overheid om niet bekend te maken hoeveel mensen dat zijn. Ja. En dat is op meer plekken in Nederland zo, ben ik achtergekomen. Maar ook heel veel plekken niet. Bijvoorbeeld in Amsterdam en in Rotterdam zijn ze daar veel makkelijker met die informatie. Maar dat is ook niet één locatie. Dat klopt. Normaal gesproken kun je sowieso... Je kunt er nooit achter komen hoeveel mensen er op een dag in de Efteling waren. Tenzij je echt met personeel in gesprek gaat. Dus die hebben dan zo'n bandje. Ja. Maar normaal gesproken doet de Efteling daar geen uitspraak over. Sterker nog, ik ken geen enkel park dat uitspraak doet over het aantal gasten op een dag. Behalve bij extreem drukke dagen of zo. Bijvoorbeeld als ze zeggen, goh, we hebben nog nooit zo'n bezoekers gehad. Dat kan wel, maar het...
De meeste parken zul je niet horen over een bepaald aantal bezoekers op één dag. Nee, nee, dat begrijp ik ook. Alleen nu in coronatijd zou ik het toch wel graag willen weten. Maar goed, ja. Dat... Succes met dat boven tafel krijgen. Maar ik denk dat de Efteling heeft een beetje laat gereageerd. En het was niet zo handig van ze, denk ik, om die ANWB en Ascent dagen door te laten gaan. Maar je ziet in ieder geval dat ze nu die maatregelen hebben genomen. Het is nu even voor de duidelijkheid. Het is niet dat ze dit hebben georganiseerd in coronatijdperk. Dit is waarschijnlijk allemaal al... Twee jaar geleden tafel gelegd. Tuurlijk, het is een langlopende contracten waarschijnlijk. Ja. Dus het, ik vind dat de Efteling hiermee wel goed bezig is. En ja, ik snap dat jij boos bent en zo. Maar ik ben niet boos. Nou, je verbouwereert. Nou, ik vind gewoon, omdat opmerkelijk. Kijk, ik snap als ik... Ik heb natuurlijk ook zitten denken, want heel veel mensen tweeten dan naar mij en zo. Ook Efteling fans van, ja, wil je nou het park kapot krijgen? En ik zit dan te denken van, als ik nou zelf de baas van de Efteling was geweest... Wat had ik dan gedaan? Had ik dan ook dit zo door laten gaan? Dat weet ik niet. Want je wil ook je bedrijf beschermen. En de mensen die er werken, moeten ook aan het werk blijven. En je moet ook salarissen betalen. Begrijp ik allemaal. Ja. Alleen je zit in een hele gekke situatie nu. Dat als jij een café hebt, dan mag je echt niks. En dan moet je wel die beelden zien van die hele drukke winkelstraten. Want dat moet je niet vergeten, die zijn net zo schuldig natuurlijk. Ja. En een hele drukke Efteling waar mensen staan te hossen bij een van de lichtpuntjes act. Ja, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. En de vraag is, moet je dan niet als bedrijf zeggen, moeten we dit wel doen? En nu hebben ze achteraf de vraag gesteld, moeten we dit wel doen? En was het antwoord nee en hebben ze maatregelen genomen? Je kan je afvragen of een organisatie van de grootte van de Efteling... iets meer vooruitziende blik mag hebben en vooraf mag vragen, moeten we dit wel doen? En dan tot de conclusie komen dat het niet kan. Ja, maar moet je de vraag niet neerleggen bij de bestuurders, bij de overheid? Ja, dat is opmerkelijk. Die moet je volgens mij het meest aanvallen. Als je kijkt naar de landen, die laten toe dat dat kan. Die laten toe dat het mag. En die zeggen ook, doorstroomlocaties, we hebben het er al vaker over gehad, het mag. Ja, nee, zeker. Hetzelfde als ik nu... Ik zeg nou tegen jou, ik weet, je gaat binnenkort naar Curaçao. Ja, dat mag ook. Dat mag ook. Ja. Maar is het slim? Ja, goh, je laat je testen en je gaat in een vliegtuig waar je in gaat zitten. Heeft iedereen zich laten testen en iedereen is veilig. Dus ja, je kunt zeggen, we kunnen van alles van tevoren kunnen zeggen. Ja, we hebben ervaring met vliegen. We weten dat het kan. We kunnen garanderen dat bla, 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 bla. Maar je zult toch zien dat er mensen gaan klagen en zeggen, ja, maar waarom gaat Thomas naar Curaçao? Oh, dan ga ik sowieso gedoe mee krijgen. Dan ga je sowieso gedoe mee krijgen. Ja. Ik gun jou alle plezier, gun ik jou lekker de zon van Curaçao. Ja. Maar je kunt ook zeggen, is het wel slim om nu te doen? Het mag, ja. Dat kan? Nee. Wow. Overigens is het ook raar iets. Even sidestep. Ja. Ik had hem bij TUI geboekt. Ja. Kost geen drol trouwens. Even tussendoor. Niet om nou te rol. Maar het was goedkoper dan een vakantie Orlando. En het is toch in deze tijd... Ja, en dat is al goedkoop. En dat je dan de enige plek ter wereld waar je naar de zon toe kan op dit moment. Ja. En ik vond het echt niet duur. Maar ik had verwacht dat die prijs heel omhoog zouden schieten. Dit is geen grap. Ik heb tijdens die persconferentie dat premier Rutte zei... het Caribisch gebied is uitgezonderd. Ja. Die site geopend. Maar vind je dat ik niet heel hypocriet van jezelf? Nou ja, het mag toch? Jij bent toch van als het mag dan? Nee, precies. Ik wel. Ja, maar wat heel raar is hieraan, dat vind ik ook interessant. Ik wil ook weten hoe dit gaat. Je moet jezelf laten testen als je naar Curaçao wil. Ja. Dus je moet een bewijs hebben van een PCR-test. Dus zo'n waterstaaftest in je neus. Die moet je bij je hebben. Die moet negatief zijn. Dus normaal gesproken controleren ze of je niks in je neus hebt. Nu controleren ze juist of je iets wel in je neus hebt gehad. Ja, precies. Maar je moet, dat is interessant. Zo'n test is niets direct. En dus je moet je laten testen. Dat moet 72 uur voor vertrek moet je getest zijn. Ja. Dus ik moet dan naar een teststraat bij Schiphol. Dan moet ik naartoe rijden. Dan laat ik me daar testen. Dan ga ik naar huis en dan ga ik wachten tot die uitslag komt. Ja. En als die uitslag dan negatief is, dan moet ik die ergens geloof ik online in een van de portal invoeren. En dan mag ik naar Schiphol. Maar ja, en die zit erachter natuurlijk. Dus je gaat nog even lekker naar de Efteling. Nou ja, dat weet ik niet. Maar bij wijze van spreken is het natuurlijk best wel gek. Want dat zegt dus niks. Want ik kan in de tussentijd kan ik weer gewoon mijn gang gaan. En ik zie beelden van Schiphol. Ja. Dat die hele hal vol staat met mensen. Dus dan kan ik toch daar alsnog dat virus oplopen. Wat heeft het dan voor zin? Toch? Ja, je filtert natuurlijk wel de mensen die het al hebben eruit. Ja. Maar ja. Maar goed, ik hoor jou net zeggen dat van de zoveel duizend mensen, dat statistisch gezien het niet anders kan dat er toch een paar corona hebben. Het is 1 op 100. Dus als je 11.000 mensen in het park hebt, heb je 110 mensen. Ja. Om even terug te komen op de Efteling. Dus als er 1000 mensen op Schiphol zijn in een bepaalde vleugel, hebben 10 hebben corona. Ja. Nou, statistisch, hè? Eén keer niezen. Ja. Maar nog even over Efteling. Ja, ik had niet verwacht, eerlijk gezegd, want ik ben natuurlijk best wel een tijdje aan het twitteren en totteren over pretparken en gedoe. Ik vond het verbazingwekkend, ik weet niet hoe jij dat ziet, dat er dan een filmpje komt
En dat dan uitgerekend dat filmpje voor zo'n enorme storm zorgt. Terwijl we hadden eerder al gerapporteerd dat er 11.000 mensen kwamen vanuit Centrum naar AWB, die foto's, omdat het heel druk was op die pleinen. Dat krekels, krekels, krekels. Eigenlijk niemand boeide het iets. Af en toe werd het een beetje geretweet door wat journalisten, maar dat was het dan. Mm-hmm. Maar zo'n filmpje, dat is dus interessant. Als het dus... Je bedoelt het filmpje dat er een paar mensen stonden te dansen bij het vuur? Ja. En zo'n filmpje, dat is bij heel veel mensen een trigger. Ja. Dat is heel bijzonder hoe dat gaat. Dus, ja. Dus als je gewoon zegt, ja, er waren vandaag 11.000 mensen, was hartstikke druk en 1,5 meter ging niet, zeggen mensen, oh ja, oké. En dan zien ze een filmpje van een paar mensen die een beetje... En het was eigenlijk, want wat er op dat filmpje te zien was... Eigenlijk helemaal niet zo spannend. Zonder 8 mensen, misschien waren het al broers, weet jij veel. Ja. Die stonden te springen. En dat was het. En dat wordt dan zo'n hele rel met Hart van Nederland, Editie NL. Ja, goh, hoe RTL zou dat Boulevard, dan komen? Omroep Brabant, weet ik het. Ja, hoe zou dat dan komen? Misschien omdat iemand het heeft geïntweet? Nee, dat niet. Nee, dat nee. Zoveel bereik heb ik nou ook weer niet. Maar dat is toch grappig? Ik vind dat dus geestig, dat zo'n filmpje... En er waren ook nog eens een keer... Ik blijf het mooi vinden hoe naïef jij kan zijn over de massale geilheid van zo'n SBS en zo'n die andere clubs op tweets over pretparken. En dan ben jij helemaal stom verbaasd dat blijkbaar zo... Huh? Mensen lezen het? Je hebt 30.000 volgers. Helemaal niet. En dan heb je ook nog eens een keer... Dat is ook wel geestig. Ik pak nu mijn telefoon dat erbij. Dat de mensen die dat gefilmd hadden... En die op dat filmpje stonden, dus eigenlijk best wel sneu. Die mensen die dat gepost hadden, die jongen, is een fan. Die wil, het laatste wat hij wil, is dat park in discussie. Maar die had gewoon niet door wat die postte, yep. Dat gevoelige content was. Thomas van Groningen, blauw vinkje, 5.000 volgers. Ja, dat valt er al mee. Ja. We hebben met Team Talk ook iets van 2.000 of zo. Maar goed, dat is, ik heb het een beetje te doen met die jongen, moet ik je eerlijk bekennen. Ja. Ja. Dus bij deze mijn excuses ook naar de jongen toe dat we zijn filmpje geretweet hebben. Maar aan de andere kant, ja, het was natuurlijk wel nieuwswaardig dat gebeurde. Ja. Laten we hopen dat het hierbij blijft. Er komt nog een hele spannende periode aan. Jij kunt het zelf een beetje bepalen, Thomas. Als jij nou gewoon een beetje rustig houdt op Twitter. Er komt nog een spannende periode aan. Dat is namelijk de komende, laten we zeggen 12 dagen. De komende, vanaf het moment dat we het opnemen... De komende 12 dagen zijn de Albert Heijn tickets nog geldig. En wat we altijd zien is dat... En na die 18 december, dan begint de kerstvakantie. Ja, wat was de laatste datum dat die tickets geldig zijn? 18 december, dus 18 vrijdag december. Uit mijn hoofd. Oké. Okay. Het begin ook van de kerstvakantie. Dus die zaterdag daarna is, zeg maar, dan is het kerstvakantie. Die maandag daarna, zeg maar, dan is het... Ja. En dan wordt het ook weer heel druk. Althans, dat is traditioneel gezien, is dat de piekperiode van de winter Efteling. Aha, piek. Ja. dat is in Eftelings en winter Efteling verband helemaal dubbel. Anton Pieck en piek op de kerstboom. Precies. Ja, mooi. Ja. Dus dat wordt... Ja, ik ga dat wel met grote interesse volgen vanaf Curaçao. Hoe... jij kan mij niet meer zien. Terwijl jij daar nog even een Hornbach dichtgooit. Nee. Maar dan ben ik heel benieuwd. Hoe gaan ze in die laatste 2 weken van het jaar dat doen met de drukte? Ik ben heel benieuwd of ze dan weer stiekem het laten oplopen. Het aantal mensen dat er binnen mag. Of dat ze echt nu toch hier een beetje van geschrokken zijn. En dat ze echt de drukte beter spreiden. Als het goed is weten ze nog precies hoeveel tickets er niet zijn gebruikt. Van die Albert Heijn actie. Van die Albert Heijn actie. Nou, ze zullen een jaarlijks percentage hebben dat niet wordt gebruikt. Dus kunnen ze zeggen, nou, er zijn er nog zoveel duizend in omloop. Dat is lekker, het gaat geld. Nou ja, goed, je moet die actie natuurlijk ook op poten zetten, maar... Ja, oké. Maar ze hebben wel wat maatregelen genomen, hè? Want er zijn bijvoorbeeld inderdaad nu op drukke dagen geen kampvuren meer. Maar... Entertainment is weg. Dus de spatschermen in het park staan nog steeds. Ja, de ophopingsplekken worden steeds minder en minder. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus je moet voorkomen dat... één bottleneck die wel echt uitspringt nog steeds... bij alle mensen die we hebben gesproken, is het Vogelrokplein. Het pad voor Monsieur Cannibal. Staat in principe ook vol met hekken. Ja. Er waren wat mensen die klaagden over de wachtrij van Max en Moritz. Uh-huh. Dat mensen in die wachtrij geen 1,5 meter hielden. Maar dat viel op, hè? Want we hebben... Ja, dat snap ik niet zo goed. Want je moet op een willekeurige dag eens maar naar Max en Moritz gaan. Je kunt gewoon heel die rij doorlopen zo snel als dat ding gaat. Dat is echt een mensenvreten. Die capaciteit is zo ontzettend hoog. Klopt, maar op even meer... We hebben echt heel wat mensen gesproken en echt gedocumenteerd wat zij opschreven. En dan konden we nou kijken, we zitten nou een overlap in. Dus ik gekeken, waar hebben die mensen het over? Waar is het dan zo druk? En dan moest ik het echt uitzetrekken, want de normale bezoeker weet niet wat het Vogelrokplein is. Dus waar was dat? Ja, bij die grote
zwarte vogel. Bij de theekopjes. Maar bijvoorbeeld Sprookjesbos werd helemaal niet over geklaagd, bijvoorbeeld. Nee. Terwijl dat wel een foto is die heel veel voorbij kwam. Dus dat is opmerkelijk. Maar het was vooral in wachtrij. En om een van meer werd Max en Morris vaak genoemd. Maar überhaupt wachtrijen in het park. Dat mensen achter je toch niet die rood-witte linten aanhouden. Maar dan toch tegen je aankomen staan. Ja, ik was in de Efteling vorige week en ik liep in de wachtrij van Symbolica. En er waren mensen achter mij met een mondkapje op. Dus ik dacht, prima. Maar die gingen vervolgens wel dicht tegen me aanstaan. Dus ik dacht van, maar is het nu omdat jij een mondkapje op hebt, dat je denkt dat je dan dus geen afstand hoeft te houden? Of hoe werkt dat? Ik snap dat niet zo goed. Ja. Ik heb nog een reactie binnengekregen trouwens van de veiligheidsregio. Want het is heel aardig om voor te lezen. Want die heb ik gevraagd van, hoe zit het nou? Wat zijn nou de afspraken precies? Mm-hmm. Nou, ze willen uiteraard niet vertellen hoeveel mensen er binnenkomen. Moet ik citeren? Is dat leuk? Ja, is goed. Heeft niemand dit. Oh. Vanzelfsprekend houden wij in onze regio vinger aan de pols met betrekking tot de berichtgeving rondom de Efteling. We hebben goed contact met het park en zijn continu met hen in overleg over hoe de coronamaatregelen op hun terrein goed kunnen en moeten worden nageleefd. Ook deze casus is met de Efteling besproken. En deze casus, daarmee wordt bedoeld de drukte en de videobeelden van die hosselende mensen. De Efteling heeft vanaf vorige week naast de bestaande maatregelen een aantal extra maatregelen genomen, waardoor de drukte verminderd wordt. Onder andere door het maximum aantal bezoekers op het terrein terug te brengen. Deze maatregelen zijn en worden met ons afgestemd en samen sturen we bij waar nodig. Voor meer informatie over de inhoud van de extra maatregelen verwijs ik je door naar de Efteling. Al dus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Maar dus ze hebben minder mensen, laten ze nu toe. Ja. Je hoort het als eerste in Team Talk. Ja. Ik vind dat er ten onrechte een vergrootglas ligt op de Efteling. Ik snap dat er een vergrootglas op ligt, maar ik vind dat ze het goed doen. En ik snap dat jij inderdaad ook vanuit je positie dat je het interessant vindt om er lekker over door te blijven gaan. Maar ik vind dat de Efteling nou echt wel eens een keertje, en andere pretparken ook. Want dadelijk zul je ook zien dat als dadelijk in het volgende seizoen weer dingen open gaan. En een winter event, weet ik wat. Ja. Zal ik een paar complimentjes uitdelen aan de Efteling? Want ook dingen die wel leuk zijn en goed zijn gaan. Nou. Ze hebben laatst zo'n, de timing zal ongetwijfeld goed over nagedacht zijn qua PR. Dat verhaal van hun, het verhaal van de Efteling online gezet. Heb je dat gezien? Oh. Met audio en zo'n scroll ding. Nou, dat vond ik dus niet zo heel erg goed. Oh. Oh. Dat met die Brabantse voice-over. Ja. Wij zijn bij de Efteling, wij zijn keigoed bezig. Dat is intern verhaal, hè? Maar dat is heel goed. Wat ik goed aan vond, het is, ze hebben het naar buiten gebracht zodat iedereen het kan zien. Laat even een stukje horen. Als je de Efteling goed wilt begrijpen, hoe het vroeger was, wat er ondertussen veranderd is en misschien ook wel waar we naartoe gaan, met wie zou je dan het beste kunnen praten? Ja, ik ben hier dus geen fan van. Ik vind het heel erg fake geacteerd. Ik vind het heel erg overdreven. Ik snap niet waarom dit overal wordt bezuinigd. Maar hier steken ze dan wel geld in, weet je wel? Ik snap dat niet zo goed. Nee, maar dat is heel goed. Want stel, jij gaat bij de Efteling werken. En kijk, wij zijn fans. Dus als wij bij de Efteling zouden gaan werken, zouden wij de beste werknemers zijn die er zijn. Want wij weten precies wat we moeten doen. Je houdt iedereen tegen, je stuurt iedereen weer terug. Park is gesloten. Gaan we naar huis. Maar als je gewoon, stel je bent gewoon een 18-jarige knul. En je zit het liefst achter je PlayStation. Maar je moet ook een beetje geld verdienen. Dus je gaat een beetje bijbeunen bij de Efteling. Die heb je ook. PS5. PS5, precies. Dan moet je nog een beetje in die vibe komen. Waarom werk je eigenlijk? Waarom is dit zo gaaf dat ik hier werk? Die klikt dat niet aan, hoor. Nou, ik denk, die krijgt zo'n verhaal bij ze inwerken en dan dit. En dat is wel goed. Ik vind het echt vet dat ze hebben heel erg goed door bij de Efteling wat hun identiteit en wat hun verhaal is. Dat vind ik best wel goed. Er zijn heel veel bedrijven die niet weten wat hun verhaal is. Die doen maar wat. En hier blijkt wel dat Efteling heel goed weet. Dit is wat wij doen. En hier zijn wij goed in. Het is alleen jammer dat Efteling niet altijd door heeft waar ze minder goed in zijn. Maar ze laten wel heel goed zien waar ze goed in zijn. Dat vind ik echt wel knap. Ja. Ja, nou ja, ik moet gewoon zo. Maar je hebt de hekel aan Brabantse voice-overs, dat is het gewoon. Nee, dat is het niet. Alleen ik vond het gewoon technisch niet goed toen ik aanzit. Ik vond het acteerwerk niet goed. Ik vond de voice-over niet goed. Ik vond het een beetje, ik vond het een beetje uit het niks komen ook. Ja, nou ja, ik denk dus dat het deed mij een beetje denken aan zo'n alsof je een of andere zo'n geluksgoeroe, weet je wel, zo'n Emil Ratelband. Daar deed mij een beetje aan denken. Daar hou ik niet van. Ik heb het idee, ik kan het niet hard maken hoor, dus het is een beetje een luchtfietsje idee, maar dat de PR-afdeling van de Efteling dacht, heel veel als je op het woord Efteling zoekt op sociale media, is het alleen maar klacht over corona. Nou, dat valt toch wel mee, maar goed. Nou, nee, ik heb dat gedaan, want ik monitor dat een beetje. Op een gegeven moment was het wel echt veel. Mm. Vooral heel veel mensen uit de horecasector die allemaal in hun tweets, zie je, dat mag wel, wij mogen niet open.
Ja, heel veel van dat soort tweets. En ik dacht, nou, misschien is het wel slim dat ze even iets positiefs over zichzelf tussendoor zo ploep. Zo'n luchtbel. Heeft dit niet geholpen, hoor, maar goed. Nou, op een gegeven moment was het even was het weg. Ging het even niet meer over de Efteling en corona, maar ging het even over Efteling als product. Een deel is inderdaad, ging het er even over. Nou, dus misschien dat ze het daarom gedaan hadden. Zullen we hier afronden? Ja, dus inderdaad, welkom weer terug aan iedereen die het corona-verhaal heeft overgeslagen. Ja. Fijn dat jullie... hoe zou het zijn geweest in de Twilight Zone? Volgens mij was het fijn. We hebben geen ruzie gemaakt, toch? Het was gewoon nee. Beschaafd. Ja. Beschaafde content, denk ik. Ja. En ik zou wel heel graag naar de Efteling willen eigenlijk nu. Jij gaat dan naar Curaçao. Dat is wel genoeg gevaar. Ik mag voor jou niet naar de Efteling nu? Nee. Oké, okay, wanneer mag het dan weer wel voor jou? Na april of zo. Alright. Ja. Social media? Ja, wij hebben social media. Meen je niet? Ja, wij hebben een Twitter-account op twitter.com/teamtalknl, waarop je ons kunt volgen. We hebben daar we hebben elke dag tweeten we over pretparken of vanuit pretparken zelfs. En we hebben daar ook een stelling die we regelmatig bespreken. Iedere week, elke zondag, zetten wij een nieuwe stelling online. We hebben nog 3 stellingen in te halen en te bespreken, dus dat moeten we ook nog even doen zometeen. Ja. Verder hebben we nog een Facebookpagina. Dus geef ons even een like op Facebook. En je kunt ons ook nog beluisteren in allerlei podcast apps, zoals Overcast, of je kunt het luisteren op SoundCloud of via Spotify. Ja. En dat is wel leuk, we hebben de afgelopen dagen heel veel reacties gekregen van mensen die hun Spotify jaaroverzicht hebben. Ja. En die hebben dan bijvoorbeeld gezien dat ze dit jaar zoveel uur naar podcast hebben geluisterd. En daar zitten wij dan ook heel vaak bij. Soms zelfs op 1. Er was bijvoorbeeld iemand die had dit jaar 37.000 minuten naar Teamtalk geluisterd. Dat is echt een offer. Waanzinnig respect. Ik vind dat echt heel gaaf. Ik vind het echt heel cool om die dingen te zien. Dus als wij voorkomen in jouw Spotify Wrapped, stuur dat even naar ons door. Ik word daar worden wij, dat is toch leuk, hè? Heel erg gelukkig van. Wat staat er in jouw Wrapped? Nou, ik luister niet echt podcasts via Spotify. Oh. Dus ik luister ze vooral via... Ik gebruik zelf Castbox, maar ik luister wel naar allerlei podcasts over pretparken. Ik luister internationale podcasts, zoals The Disney Dish with Jim Hill. Ja. Maar ook Vlaamse podcasts, zoals Ochtend in Pretparkland natuurlijk, of Theme Park World. En Nederlandse podcasts, zoals After Park Lounge, Details, Kleine Boodschap natuurlijk. Ik hoor alleen maar pretparkpodcasts. Ja, precies. Maar ik heb ook nog een paar niet-pretparkpodcasts, hoor. Ik luister bijvoorbeeld Trust Nobody over de Mol. Hebben een nieuwe online gezet. Leuk, een interview met Buddy Vedder. Even luisteren. Ja. En ik vind ook wel Partij voor de Vrijdag luister ik regelmatig terug. Een Zoo Inside luister ik ook nog. Dat gaat niet over pretpark, maar over dierentuin. Ik heb zin in een dagje dierentuin, dat geldt te zijn. Ik had serieus voor vandaag eigenlijk gepland staan om naar de Beekse Bergen te gaan. Ja, vol. Maar, absoluut niet. Nee, je kunt nog alle plekken reserveren. Maar die zijn dus maar tot 4 uur geopend, hè? Elke dag van 10 tot 4. Dat is kort. Dat is echt heel kort. Maar dat is de rest van het jaar nog. Elke dag van 10 tot 4. Dus dat zal wel te maken hebben met zonsondergang of zo. Ik bedoel, dat we dit opnemen. Het is nu 5:08. En de zon begint al onder te gaan. Dus ik denk dat dat iets te maken heeft met dieren die weer op stal gaan of zo. Dat zou kunnen, ja. Dat ze dat op tijd moeten doen. Ja. Ook een leuke, trouwens, is een leuke podcast over Universal. Dat is de Universal Joint. Ja, die heb ik soms aanstaan. Maar ik vind hem toch niet zo goed als de Disney Dish of zo. Mm-hmm. Dat is met de Jim Hill. Ja, maar ik mis dan Len Testa. Ja, snap ik wel, ja. Ja. Dat is ook geen Nederlandstalige podcast over Universal, hè? Maar dat is ook geen... Ja, wij... Ja. Wij gaan het zo over Universal hebben. Dus. Dat klopt, ja. We gaan het zo meteen over Universal hebben, namelijk het Nintendo Land. Maar we gaan het eerst nog even hebben over de stellingen. Want dus elke zondag zetten wij een nieuwe stelling online. Jij hebt afgelopen week zelf een stelling bedacht, Thomas. Die ging over het verplichte inenten van als je naar een pretpark wil. Zullen we die gelijk even bespreken, de stellingen? Ja. Mijn idee was, zou je mensen het ermee eens zijn als je straks gaan die vaccinatiegolven beginnen? Ja. Dus dan ben je ingeënt tegen corona. Wat zou je ervan zeggen als er parken zouden zijn die zeggen, je mag hier alleen naar binnen als je kan aantonen dat je bent gevaccineerd? Ja, wat heel belangrijk is bij die stellingen die we op Twitter zetten, dat zijn vaak hypothetische stellingen. Dus dan moet je even allerlei randzaken achterwege laten. Dus bijvoorbeeld de stelling is nu, het vaccin is zometeen gewoon
wijd beschikbaar. Dus ja, iedereen kan zich laten inenten. Dat is even de situatie. Wat vanaf augustus waarschijnlijk het geval gaat zijn in Nederland. En dan krijgen we reacties van, ja, maar dat duurt nog heel lang. Ja, dat klopt. Maar op het moment dat het zo is... Augustus is zover weg nog. Mogen pretparken dan jou verplichten om een vaccinatie te hebben voordat je naar binnen mag? Want dan kunnen alle andere coronamaatregelen de deur uit. Ja. Nou, daar hebben 643 mensen op gestemd. Ja. En 63,3% is het daar niet mee eens. Die zeggen, nee, dat is niet aan de pretparken. 63% vindt het onzin. Die zegt niet dat pretparken het mogen verplichten. Nee. En 36,7% zegt dus van wel. Maar ja, dat is een goed idee. Alleen gevaccineerd naar binnen. Ja, ik moet zeggen, ik heb daar zelf geen moeite mee. Ik vind het prima. Ik heb vorige week al gezegd, jas die naald maar in mijn arm. Want ik wil gewoon lekker de pretparken weer in. Ik zou er wel een voorstander van zijn. Als dat betekent dat alle andere maatregelen, zoals mondkapjes en afstand en lagere capaciteit en geen entertainment en geen kampvuur. Nee, het is gewoon helemaal gewoon weer volle bak. Spatschermen, alles weg. Gewoon vol proppen, 20.000 gasten, 40.000 gasten in zit. Maakt allemaal niet meer uit. Ik zou er wel fan van zijn. Wat ik wel interessant zou vinden is, maar dat is eigenlijk een stap eerder, is stel nou dat die sneltesten echt beter worden. Dat was afgelopen week een verhaal dat ze hebben onderzoek gedaan met sneltesten, dat er een paar van die testen zijn die zo snel zijn dat je echt binnen een half uur weet dat wat de uitslag is en dat dat ook nog eens een keer correct is. Mm-hmm. Wat zou je ervan vinden als de Efteling dat middenpad van het parkeerterrein gewoon één grote snelteststraat maakt? Teststraat. En als je positief of negatief bent, mag je naar binnen. Positief is terug naar je auto. En dan wel parkeergeld betalen. Ja, dan wel. 12,50. Ja, meteen. Maar dat wat zou je daarvan vinden? Nou, in feite doen ze al zoiets in het minimaals. Namelijk bijvoorbeeld als je naar Shanghai Disneyland of zo gaat, heb je letterlijk een soort teststraat met lichaamstemperatuur. Ja, koorts. Daar heb je ook al dat mensen worden weggestuurd omdat ze een te hoge temperatuur hebben. Ja. Orlando gebeurt het ook volgens mij. Ja. Bij de Formule 1 ook. Dat is heel grappig. Bij de Formule 1 hebben ze een temperatuurdingetje en is een tijdje terug een filmpje opgedoken. Ja. Van een Formule 1 coureur die komt aanlopen bij die teststraat. Ja. En dan zetten ze zo'n ding op zijn voorhoofd. En hij was te warm. Ja. En toen liet hij die medewerker zien. Oh, dan moet je even een flesje water pakken. Moet je even een tijdje zo of je voorhoofd heen rollen. En dan stond dat ze te doen zo. En plup, ja, mag doorlopen. Maar dat was gefilmd. Oh. En natuurlijk allemaal opheffen meteen op Twitter. Dus mocht je ooit zo'n temperatuurstraat in moeten, even een flesje water op die plek. Moet je even een flesje cola bij die cola-automaat op parkeer te halen? Ja. Dan kan je alsnog naar binnen. Ja. Maar bizar, je kan alles ontduiken natuurlijk. Maar zo'n coronatest, ja, daar zou je wel voor zijn. Ja. Ik ook wel, want dan kan je gewoon als paniek gewoon zeggen, jongens, we hebben geen maat. Al die lelijke spatschermen weg, afgrijzelijk die dingen, volle parken, geen gedoe. Heerlijk lijkt me dat. Interessante discussie ook onder die stelling op onze Twitterpagina. It's Hammond die zegt van, het is een moeilijke stelling, want het belemmert wel het recht op lichamelijke integriteit. Nou, daar reageert Zompenwoud erop van, nou, hij zegt, nee hoor, het wordt helemaal niks geschonden, want pretparken kunnen niemand verplichten zich te vaccineren. Ze weigeren je gewoon, ze weigeren jouw toegang als je niet gevaccineerd bent. Ja, het bezoeken van een pretpark is geen recht. Er wordt dus geen recht geschonden wanneer je deze park niet mag bezoeken. Je moet ook een t-shirt aan als je naar binnen wil. Ja, precies. Dan zegt It's Hammond, zegt, nee, je wordt niet meer eens, want je wordt indirect verplicht. Want iedereen heeft recht op recreatie, dus ook de Efteling. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. En daar reageert Zompenwoud erop van, nee hoor, wat dat betreft, wie de voorwaarden niet accepteert, die hoort niet op dat platform thuis. Kijk maar naar Facebook. Als je op Facebook je niet aan de regels houdt, dan mag Facebook jou ook weigeren. Recht op recreatie strekt niet tot het recht op toegang tot een pretpark. Recreatie kan ook zijn, bijvoorbeeld een wandeling in een lokale stadspark. Wat mij betreft heeft de Efteling het volste recht om zelf te bepalen wie wel en niet er binnen mogen. En dat is geen grondrecht. Als de Efteling volgende week zegt, vervelende journalisten die alleen maar moeilijk over corona, die komen er niet meer in. Ja, en dat mag. Dan, nou, volgens mij mag dat niet zo, maar dan ga ik er wel boos over twitteren. Maar dan vind ik niet dat ze dat verboden moet worden. Omdat, jij zit nou in mijn huis. Ik mag best wel zeggen van, ja, ik wil geen mensen met een die Thomas heten in mijn huis. Ja, dat kan ik ook zeggen. Dat kan. Ja. Ja. Moet ik weg? Ja, je mag nog even blijven. Nee. Volgende stelling. Ja, volgende stelling. Dat was een stelling over de supermarkt van de Efteling. We hebben het er vorige week al even over gehad. Ja. Deze week opende de Efteling een spar in het park. Een stelling van 22 november. Met onder meer smoothies, fruit en volverpakte etenswaren, handgel en babydoekjes. Zo'n supermarkt in een pretpark is best een goed idee. Ook als we straks geen coronamaatregelen meer hebben. Fantastisch idee. Nou, daar zegt 73% van, ja, dat is best handig toch? En 27% zegt, nee, ik ben een dagje uit. Nou, ook nu weer. Mensen die zeggen van, ja, is wel handig zo'n supermarkt. Maar niet in de Efteling. Niet in het park zelf. Dan denk ik, ja, oké, dus je zegt dus eigenlijk nee. Want je vindt niet dat een pretpark een supermarkt moet hosten. Ik vind dat zelf ook een beetje.
Het is heel handig hoor, maar ik heb liever dat zo'n supermarkt dan misschien net buiten de parkgrenzen zit. Ik bedoel, een supermarkt waar je keukenpapier kunt kopen. Ik weet niet of de Imprepark thuis hoort. Maar goed, 27% vindt dat ook. En 73% zegt, ja, is alleen maar handig. Ik ben groot voorstander. Bepaalde producten die je gewoon moet kunnen verkopen is paracetamol, dameshygiëne producten. Een schone onderbroek. Geen grap. Ik weet niet of ze het hebben, maar dat zou ik echt een goed idee vinden. Dat soort, gewoon dat soort praktische dingen. iPhone-kabeltje. Dat soort meuk en eten, drinken en snoep en weet ik veel in bulk. Gewoon lekker in zo'n winkeltje. Ja. Dat is ideaal. Dat is ook hartstikke gastvriendelijk. Want je hebt het gewoon, oh, u heeft hoofdpijn, u kunt daar een paar zetten bol krijgen. Of u heeft, ja, u kunt het, daar... Het klopt, het is gastvriendelijk en het is ook heel praktisch, maar ik vind het wel ergens, het past niet in die wereld van plezier en ontspanning en escapisme, vind ik. Ja. Je kunt er ook geen sigaretten meer halen in de Efteling. Ja. Heeft dat ooit gekund? Heeft dat wel, ja, zeker. Dat heeft wel ooit gekund, ja. Bedoel, echt? Waar dan? Er hingen op sommige toiletten hingen sigarettenautomaten. Echt? Jazeker. Oh? Ja. Fascinerend. Ja. Walibi hangen die nog steeds. Ja, dat is het grootste omzetmodel waarschijnlijk. Naast de ingang van Express. Ja, mag over een paar jaar niet meer. Hè? Over een paar jaar mag het alleen nog maar bij benzinepompen. Ah. En tabakzaken. Ja. Maar oké, okay, maar interessant. Ja, Slagharen heeft bijvoorbeeld ook een supermarkt in het park. Duinrol heeft een supermarkt in het park. Ik vind dat echt een beetje passen bij inderdaad parken als Slagharen en Duinrol. Ik weet niet of de Efteling dat moet doen. Nee. Ja, ze vinden zelf van wel. Het is natuurlijk wel een heel sneaky en smerige manier om die coronaregel te omzeilen. Hè? En overigens een coronaregel die in mijn ogen nergens op slaat. Want hoeveel coronagevallen ga je tegenhouden omdat je geen horeca mag verkopen in je park? Ja, het was een smerig trucje van Efteling om die regel te omzeilen. Ja, maar daar was ik het dan weer niet mee eens. Maar ik ben wel voorstander van een supermarkt. Supermarkt, ja. Ja. Dan hadden we nog een andere stelling, namelijk over Disney Intellectual Property als attractie. Intellectual Property is eigenlijk alles wat te maken heeft met een film, ja, of een boek of whatever. Mm-hmm. Iets van figuren die je al kent voordat je de attractie eigenlijk instapt. Oh, intellectueel eigendom. Precies, kijk maar naar de Pirates of the Caribbean ride, hè. Daar heb je films van. Of kijk maar naar Star Wars Galaxy's Edge. Daar heb je films van, of whatever. De stelling was, Disney moet weer meer attracties gaan bouwen die niet op bestaande intellectual property zijn gebaseerd. Zoals een Mystic Manor, of de Haunted Mansion destijds. Of Efteling heeft eigenlijk alleen maar attracties zonder intellectual property. Dus eigenlijk moet, net als andere parken... Dat is niet waar. Wat dan? Heel veel dingen in de Efteling, kijk, dat het geen beschermd intellectueel eigendom is wat anders. Maar heel veel dingen in de Efteling, Joris en de Draak is een bestaand verhaal, Vliegende Hollander bestaand verhaal. Ja. Ik weet eigenlijk niet of het verhaal van Hugo van der Loonse Duinen of de Bokkenrijder... Nou, de legende van de Bokkenrijder, die bestond er wel. Het figuur van Hugo van der Loonse Duinen, is wel door Tom van Verzonnen. Maar goed, even buiten de Efteling gezien. Ja. Disney moet weer meer intellectual property-loze attracties gaan bouwen. Ja. Nou, daar hebben 350 mensen op gestemd. En daar zegt 75,7% zegt bouw meer origineels. En 24,3% zegt van nee, Disney kan het goed. Ja, het zou een mix moeten zijn. Kijk, de topattracties die Disney de afgelopen jaren gebouwd heeft. Rise of Resistance, gebaseerd op Star Wars. Ja. Flight of Passage, gebaseerd op Avatar. Cars Land, gebaseerd op Cars. Fantastisch. Ik ben groot fan van. En dus... Maar ik vind ook de dingen die ze zonder IP hebben gebouwd. Maar dan ben ik niet in Mystic Manor geweest. Jij wel. Ja. Ja, ik vind dat op beelden een van de beste attracties ter wereld. Dus ja, be my guest. Het hoeft dus blijkbaar niet. Ik kan me wel voorstellen dat het niet meer zo vaak gaat voorkomen. Ja. Maar bijvoorbeeld de Seven Dwarfs Mine Train. Die is dan gebaseerd op Sneeuwwitje, oude film. De nieuwe Dark Ride in Tokyo Disneyland. Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Nou, verrassing. Ja. Ook gebaseerd op intellectual property. Ik ben het met de minderheid eens. Ik zeg, nee, Disney kan dat prima. Disney kan het heel goed. Hè. Die attracties die we net noemden zijn fantastisch. Flight of Passage, Rise of the Resistance, Enchanted Tale of Beauty and the Beast. Dat zijn geweldige attracties met hoogstaande technieken. Ik denk vooral dat je moet kijken naar hoe je een verhaal vertelt. Mm-hmm. Ik zou wel graag zien dat ze de intellectual property gebruiken als een soort grabbelton. En daaruit onderdelen en elementen gaan pakken en daarop doorbouwen voor een attractie. Ja. Dat doen ze bij Rise of the Resistance heel goed. Daar wordt geen bestaand verhaal verteld. Terwijl bij The Dark Ride of Beauty and the Beast ben je gewoon letterlijk het verhaal van de film aan het volgen. Dus is het een soort, zoals Tony Baxter al zegt, grote Disney Imagineer ontwerper zegt, het is een book report ride. En dat vind ik inderdaad, ik ben dan daar meer tegenstander van dan van een intellectual property ride. Want ook bij Cars, bij die attractie, hoe heet dat ding ook weer? Radiator Springs Racers. Ja.
daar ben jij een nieuw verhaal aan het beleven. Namelijk, fantastisch. Ja. Je gaat daar echt zelf racen met zo'n auto door de desert heen. Dus ik heb geen probleem met intellectual property rights. Ik snap het ook heel goed. De huidige baas van Disney, Bob Chapek, zegt ook, als onze concurrenten, nou goed, het woord concurrenten noemt hij niet, maar als onze vrienden, als die dezelfde IP zouden hebben, zouden ze het niet anders doen. En dat snap ik ook. Nee, daarom. Maar inderdaad, ik wel een nieuw verhaal. Daar ben ik wel voor. Ja. Dus niet geen herhaling van zetten. Wat vind jij bijvoorbeeld van de Frozen Dark Ride? Frozen Ever After in Epcot? Daarmee ben je eigenlijk niet het verhaal van de film aan het volgen. Ik weet eigenlijk niet welk verhaal ik dan wel volg eigenlijk. We beginnen met Olaf. Ja, je komt eerst langs Olaf. Die zegt van, nou, we gaan naar het kasteel van Elsa. En dan ga je naar het kasteel toe. Daar zie je Anna die gast. Zie je muziekje zingen en Olaf is aan het schaatsen. Dan kom je bij Elsa die haar Let It Go zingt. En dan stot je met je boot de gracht in. En dan ga je weer vooruit. En dan heel verhaal. Nou, je komt erop neer dat je... Ja, het is eigenlijk meer een soort meet and greet met de figuren uit de attractie dan dat het echt een verhaal is dat je meemaakt. Ja, maar wel natuurlijk de sleutel Let It Go moment. Ja. Wat wel goed is aan die ride is dat ze... wat ze eigenlijk goed zouden moeten doen is dat als je in Amerika instapt, hij is heel erg op dialoog gebaseerd. Ja. Dus op Olaf die tegen je praat. En, ja. Ik zou het jammer vinden als ze dingen in Parijs openen en het een puur Franse ride wordt. Dus ik zou het heel vet vinden als ze kiezen voor een wat kleinere boot. Dus meer zoals Navi River Journey, dus maar twee rijen. Mm-hmm. Dus maximaal 6 mensen geloof ik, of 4 of 6. Yeah. En dat dan bij vertrek je een taal doorgeeft en dat dan voor jouw boot... Olaf in het Nederlands is en dan ook laat het gaan. Moest ik Carlo Bossard weer bellen voor Olaf. Ja, maar dat zou ik wel fijner vinden dan, want ik zie dat al helemaal voor me nu ik zit te bedenken. Ja. Dan vaar je die bocht om en is het je m'appelle Olaf, bienvenue. Le château de Elsa. Daar heb ik nou alweer geen zin in. Of de Franse Hondo Onaka. De 93 euro. Bonjour, mon ami. Ja. 93 euro afstand tikken bij de ingang daar. Ja. Voor een park met 12 attracties. Ja. En dan is het ook nog eens een keer in het Frans. Nee, dat moeten ze even regelen. Ja. Meertalig. Ja. Of zouden ze dan tegenwoordig Disneyland Parijs is een beetje in het Duolingo. Een beetje 50-50 nu, hè? Ja. Dat is dan, bienvenue, welcome. Ja. Ja. Hallo, je m'appelle Olaf. Ja. Ja. En dan wel door George Gad dan, hè? De originele Olaf. Ja. Ah, die doet dat wel. Die is helemaal Disney-fan. En veel IP, ja, dat nou, komt helemaal goed, denk ik. Hè. Ja, ja. Wist je dat, het totaal random ander feitje, maar de stem van die gouden robot uit Star Wars. Ja, C-3PO. Ja, ja. Die gast die stem doet, die heeft een levenslang abonnement gekregen op alle Disney-parken. Oh, dat moet ik hebben. Omdat hij voor Star Tours de stem doet. Wauw. Mooi, hè? Dat is gaaf, ja. Wieteke van Dort, die heeft een levenslang abonnement gekregen op de Efteling. Omdat ze daar ook alle stemmen doet. Van Sprookjesbos zo'n beetje. Ja. Ze vertelt het verhaal van Rapontje, van... wat doen ze allemaal? De zes zwanen. De put van vrouw Holle. De zes zwanen. En rood kapje doet ze het verhaal van. Rode schoentjes. Dus ze heeft ook een levenslang abonnement. Hoe ziet dat eruit, een levenslang abonnement? Dat er gewoon geen einddatum op. Misschien een tattoo op je voorhoofd of zo? Weet niet. Een tattoo op de arm. Of dat je even moet code. Misschien moet je even bellen van tevoren. Hoi, mag ik er morgen komen? Ah, en zoiets, ja. Ja. Zouden ze dan ook geen tijdslot hoeven te reserveren? Ik weet niet. Sorry, Wieteke, maar het is echt helaas. We zijn nog steeds bezig met het social media blokje. Dit waren dan de stellingen. We moeten nog even naar het petje.af. Ja, jij hebt het lijstje, Thomas. Ja, je kunt ons volgen via je kunt ons volgen via Twitter en zo. Maar je kunt ons ook op een andere manier ondersteunen. Je kunt ons namelijk ik mag even tussendoor. Oh. Ik vergeet iets. Oh. Nee, vergeet iets. Want we hadden het over non-IP. Ja. Ik wilde bij jou even jouw kennis testen. Oh. Disney heeft 2 attracties aangekondigd. Eén attractie, 1 wat meer experience. Yeah. Die niet IP gebonden zijn. En die zijn ze nu aan het ontwikkelen. Welke zijn dat? Ik weet alleen maar dat ze met Spider-Man bezig zijn. En een Star Wars hotel. Ratatouille gaat open. Dat is allemaal IP. Ja, dus ik weet niet wat het dan... Geen idee. De nieuwe versie van Spaceship Earth. Oh. Dat is een IP-loze attractie. Ja. En het Space 220 restaurant in Epcot. Ja. Waar je als een soort van experience in een lift... zogenaamd naar een restaurant wat zweeft in de ruimte gaat. Dat zijn natuurlijk wel dingen zonder IP. Ja. Allebei in Epcot trouwens wel. Nou, die komen wel heel dicht in de buurt staan... van de Guardians of the Galaxy achtbaan. Space 220 komt daar heel dichtbij, ja. Zou me niet verbazen als daar toch een soort van... af en toe een komeet langs kon vliegen met zo'n... Ik ben heel benieuwd naar dat restaurant. Want het schijnt dus...
Het is dus, je zit dus te eten en er is een enorm scherm. Ja. Dat is een beetje vergelijkbaar met de enorme hal die je hebt in Rise of the Resistance. Waarbij het lijkt alsof je in zo'n hangar, in zo'n schip staat. Weet je? Ja. Dat je dan de ruimte in kijkt. Dat is een heel goed... Dat effect werkt op een of andere manier heel goed. Ik weet niet hoe het precies werkt, maar... Ja, gewoon een heel groot scherm. Maar het is heel helder en het werkt heel goed. Het is net alsof je echt de ruimte in kijkt. En dat is dus het idee dat je bij het restaurant dus zit. En dat je dan het gevoel hebt dat je daadwerkelijk... En er komt ook af en toe iets voorbij zweven en zo. Ja. Ik ben heel benieuwd naar die experience. Maar dat gaat wel even duren waarschijnlijk. Dat zou cool zijn. Ja, maar... Petje bent af, sorry. Ik onderbrak jou ruw met mijn... Nee, als je het lijstje even erbij pakt, hebben dus weer nieuwe mensen die ons hebben die zich hebben ingeschreven op onze petje.af fanlijst. Dat kan via www.petje.af. Dus echt letterlijk petje.af. /themetalk. En dan kun je ons een financieel hartje onder de riem steken. Ja. En jij hebt de nieuwe namen, Thomas. Ja, ik ben even aan het opzoeken. Dat is volledig vrijwillig en vrijblijvend. Dat hoeft helemaal niet. Team Talk blijft gewoon gratis. Maar als je ons wil ondersteunen en tegemoetkomen in de tegemoetkoming vaste lasten, moet je eigenlijk zien. In bijvoorbeeld de hosting van de podcast. Noem je nou tegemoetkoming vaste lasten? Als zeker. Als een voor de corona noodsteun maatregelen. Knipoog. Ja, precies. Maak je NOW over op petje.af/teamtalk. en Wouter en Maartje zijn nieuw deze week. Ja, dank u wel. Dank je wel, Wouter, en dank je wel, Maatje. Welkom ook in de WhatsApp-groep. Ja, dat is hartstikke leuk. Voor iedereen die ons steunt, die kan, als je dat leuk vindt, in de WhatsApp-groep terechtkomen. Ja. De Teamtalk WhatsApp-groep met daarin allerlei leuke mensen die het heel de dag hebben over pretparken overal. Ik pak de groep er eventjes bij. Dus even kijken waar het nu weer over gaat. Het is echt, die groep staat echt nooit stil. Oh, het gaat nu over dolwhips. Oh, ja, Twan heeft nu een dolwhip voor jouw foto geshopt. Je hebt net een foto gemaakt van jezelf achter een microfoon. En daar heeft nu Twan een dolwip voor geshopt. Ja. Lekker. Lekker. Nou, dat soort ongein, dat kan ze allemaal via petje.af/teamtalk. Qua dingen die we moeten bespreken. Ik wil het even over jou hebben, Thomas. Over mij. Ja, en onze we hebben de afgelopen dagen wat drukte gehad. Dus we hebben het probleem met opnemen hebben we nu opgelost dat we nu weer kunnen opnemen. Ja. Jij hebt een nieuwe baan. Vanaf 1 januari officieel heb jij een nieuwe baan. Ja. Maar mag jij dan nog wel podcasts over het pretpark opnemen? Ja. Dat mag nog wel? Ja. Oké, gelukkig. Dus we hoeven jou niet te missen binnenkort. Nee. Oké, je gaat binnenkort namelijk vanuit Den Haag verslag doen, vanuit het politieke... Ik ben al begonnen eigenlijk, maar ja, dus maar officieel vanaf 1 januari. Ja, dan de werk in de Tweede Kamer. Ja. Dat is ook fascinerend qua... dat zijn allemaal de Tweede Kamer. Het Binnenhof is eigenlijk een mengelmoesje van oude en nieuwe gebouwen door elkaar heen. Mm-hmm. Het is wel prachtig, het oude ministerie van Justitie. Ja. Daar zit nu onder andere de CDA-fractie. Dat is prachtig, die gangenstelsels daar. Echt letterlijke wandelgangen waar je erheen loopt. Het is leuk dat jij dit nu zegt, want ik moest daar namelijk in één keer... Ik ben er ook een keertje geweest voor de gein. En toen liep ik daar en toen dacht ik, wauw. Zou je een fantastische dark ride kunnen maken? Nou, precies. Het is echt geweldig. Het is het kasteel. Het is fantastisch. Ja. En voor de mensen die weten, misschien uit buitenland die luisteren. We hebben in Nederland, in Den Haag natuurlijk, een prachtig gebouw staan met het torentje. En dat zijn echt... Ja. Nou, dat zijn middeleeuwse gebouwen, lijkt het wel. Het is echt een soort Harry Potter kasteel. Dat zijn eeuwen oud. Ja. Fantastisch. Dat is een partij geschiedenis. Dat is niet normaal. En ook uit de Tweede Wereldoorlog, wat er allemaal gebeurd is en zo. Ja. En ze hebben al die gebouwen, op een gegeven moment hebben ze daar een soort van... dat waren allemaal losse justitiedepartementen en zo. Dat op een gegeven moment is het allemaal één groot Tweede Kamergebouw geworden. Ja. Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Dat is één groot... Dat is dichtgemaakt. Ik heb er vanuit een paar rondleidingen gehad. Ja. Maar dat is fantastisch. Wat je, waar je allemaal in terechtkomt. Dat is heel gaaf. Ja. En al die kamertjes, daar zitten dan partijen met hun mensen. Dan kun je echt een trackless dark ride doorheen doen. Dan ga je al die losse kamertjes ga je dan in. En dan heb je daar een spiegel hangen waar dan zo'n... Zo Jesse Klaver in verschijnt, die dan allemaal dingen tegen je zegt. Maar je hebt dan ook weer bijvoorbeeld het hotel. Dat is letterlijk een oud hotel. Ja. Wat ooit bij de Tweede Kamer getrokken is. Ja. Daar zit nu bijvoorbeeld daar zit wat staf van de Tweede Kamer zelf. Dus de persvoorlichting, dat soort dingen. Zo, die zitten daar. Maar er zit ook de PVV-fractie. Maar dat is weer gewoon een heel lelijk, echt zo'n jaren 80 kantoorgebouw. Dus dat is best wel gek. Je kan dus als politicus het treffen. Ja. En dat je fantastisch in bijvoorbeeld het oude ministerie van Justitie zit. Dat je echt denkt, nou, dit is echt... Prachtig met van die gewelven en zo. Heel mooi. Yeah. Of je zit in een van de gaar jaren 80 kantoorpand. Noodpand. Dat is een hele strijd volgens mij. Dat is ook echt politiek. Wie krijgt welk kantoor? Volgens mij had Forum voor Democratie had een heel mooie vleugel, toch? Die zitten inderdaad in vleugel als in ook met piano. Ja, oude archief. Volgens mij is dat een oud ministerie ook. Yeah. Maar er zitten inderdaad, de gang heet het archief. Dat was ooit het archief. En dat is ook dat lijkt ook een soort van kelder waar ze zitten. Het is geen kelder, want het is eigenlijk de begane grond. Maar vroeger was dat dan... Niet de plek waar
de Hoge Herenzaat. Maar daar hebben zij kantoor van. Maar het is echt met die gewelven en het plafond en zo. Prachtig mooi. Ja, het is een schitterend gebouw. Maar goed, daar hadden we het dus over. Maar dat betekent niet dat jij dadelijk in één keer geen podcast mag opnemen. Nee, helemaal niet. Nee. Gelukkig. Nee, je gaat mij hier gewoon horen hoor. Ik ga daar gewoon mee door. Gelukkig. En ik ga ook nogal vaker naar pretpark ook. Dus, Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja, ik hoef niet meer om 3 uur mijn nest uit straks. Dat is lekker fijn, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Maar kom ik hier langs naar Den Haag. En als we dan toch in Den Haag zijn, dan kunnen we een keertje Duinrel doen. Oh. Of Majora Dam. Of het Omniversum. Omniversum. Ja. Of straks naar die Lego Legoland Experience. Scheveningen. Sea Life. Ja. Er is zoveel te doen in die stad. Ja, geweldig. Drievliet. Ik ben er nog vergeten. Er staan gewoon 8 banen daar. Ik ben er nooit in het Omniversum geweest. Ik ben al jaren niet meer in Drievliet geweest. Ik wil er heel graag een keer naartoe. Ja, wie wil dat nou niet? Nou. Ja. Precies. Dus daar gaan we het over hebben. Ja, maar goed. Wij hebben iets leuks binnengekregen van een van onze luisteraars. De Efteling houdt regelmatig enquêtes. Ja. Onder de Raad der Wijzen. En we kregen nu een enquête binnen van de Efteling over schoolreisjes. Oh. Ja, dat hebben we in de vorige aflevering niet besproken. Tussen in de verdwenen aflevering. Maar ik kreeg hem nog binnen. Ik dacht, oh, die wil ik ook nog eventjes bespreken. De Raad der Wijzen vraagt, stel de school maakt bekend dat jouw kind binnen nu en een paar maanden op schoolreis gaat naar de Efteling. Wat is dan jouw eerste reactie? Nou, ik vind het dan wel grappig dat ze dat vragen. Want ik vind dat in principe is dat normaal gesproken toch altijd al wel een reactie die je zou toch altijd wel zeggen. Nou, leuk. Maar blijkbaar zijn natuurlijk, verwachten ze ook wel dat mensen dat negatief vinden. Corona, een schoolreisje. Corona, hè? Heel veel discussie over nu op dit moment of de scholen wel open moeten blijven. Ja. Er is nu een soort van idee wat al een tijdje geopperd wordt. Maar in het onderwijs zijn ze niet heel happig erop, omdat ze bang zijn dat al die scholieren te veel achterstand oplopen. Maar dat ze dan de kerstvakantie een week verlengen. Ja. Dus dat je dan in januari nog een week langer thuis blijft. Lekker. Want blijkbaar is die dip die we hebben gezien dat die coronabesmettingen terugliepen, dat zou vooral zijn gekomen door de herfstvakantie. Ja, dat zeggen ze. Dat is natuurlijk helemaal geen bewijs voor eigenlijk verder. Maar en nu het weer oploopt, zijn de grootste clusters die groeit, zeg maar, is het aantal besmettingen op middelbare scholen. Ja. Dus ja, ik kan je best voorstellen dat als ouders dan zich enorm zorgen maken, neemt mijn kind een coronabesmetting mee van school, dat ze wel 3 keer in hun ogen knipperen als er een brief komt van de ouderraad met we gaan naar de Efteling volgende week. Yay! Ja, dat is ook een vraag. Ja, ik wil het er even tussendoor even snel over hebben. Maar ze vragen ook van, maak jij je zorgen om de veiligheid van een schoolreisje in deze coronatijden? En dan zijn de antwoorden zijn, nee, helemaal niet. Of amper, of enigszins, of ja, heel erg. Ik zou me dat natuurlijk niet Ik vind het geen. Weet je wat het probleem is? Volgens mij, of jongeren naar de Efteling gaan, of dat ze gewoon in hun eigen dorp of stad op straat hangen met andere koters. Ja. Maakt toch geen verschil? Ik ben gek. Ja. Efteling wil graag ook weten wat de originele bestemming zou zijn van een ander. Ze vragen ook wat voor schoolreisjes er waren gepland. Ja. En dan zijn de Efteling wil ook weten wat de originele bestemming is. Ja. En zijn het dan dierentuin of een museum of een speeltuin. Maritiem museum. Of een meerdaagse reis in Nederland. De munt. Ook zo verschrikkelijk. Daar ben ik wel eens geweest met school. Zo stom. Ja. Ik vind het interessant dat de Efteling hier onderzoek naar doet. Is mijn punt. Ik vind het leuk dat de Efteling wil weten hoe de schoolreizen gaan verlopen. Ik denk stiekem dat in de... We weten niet precies wat nou precies het beste seizoen voor schoolreizen is. Maar ik denk dat dat zo'n beetje net voor de meivakantie is. Dat is een beetje zo maart, april. Ik denk het voorseizoen van de pretpark en het naseizoen van de school. Ja, en ik denk dat Efteling wel zit te denken van ja, als het straks weer maart, april is en dan zit al het coronagedoe. Ja. Dat is voor mij best wel lekker geld. Het is maar €15 per persoon of zo. Het kost geen drol. Maar het zijn wel 40 kinderen per klas. Precies. Er zijn wel 6 klassen per school. En dat zijn 30 scholen per dag. Dat is lekker omzet. En dat ze gewoon willen weten, kunnen we dat nou verwachten komend jaar? Of wordt dat nog een probleem? Ja. Ik vind het leuk dat ze hier onderzoek naar doen. Ik vind het wel professioneel. Ik vind het wel goed dat ze dit nu al aanzien komen. Ik heb dat ze vaker onderzoek doen de laatste tijd ook. Ja. Dus ik vind het leuk. Ik wil er even tussendoor gooien. Ik vond het interessant om te zien hoe ze hier een soort schot voor openen. Dat ze hier al nu al een beetje gaan inspelen. Wat kunnen we nu al doen? Ja. Of wat kunnen we nu anders doen? Of wat hoeven we nu niet te doen om te zorgen dat dadelijk, over een paar maanden, dat dan de schoolreizen... Wat ik ingewikkeld vind aan die Raad der Wijzen, is eigenlijk hou je jezelf een beetje voor de gek als je die cijfers serieus neemt. Ja, want het is al een biased... Het zijn fans. Ja. Dus die kijken heel anders naar hoe zo'n toko werkt dan, dan gewoon Jan van de Straat. Ja. Dus dat, maar goed, ja. Ja. Ik ben benieuwd. Die toiletten, is daar nog iets mee gebeurd?
Ja, er is een reactie opgekomen. Geen grap. In de reactie van de Efteling staat... we hebben het heel moeilijk financieel, dus we gaan niet alles uitvoeren. Maar bedankt dat we nu weten maar hoe bedankt. Jij wil poepen. Ja. Ja. Maar okay. Er zijn wel een paar inderdaad reacties teruggekomen. Bijvoorbeeld over de handpompjes voor de zeep of zo. Ja, het was al een beetje klein bier. Ik had daar meer van verwacht. Maar wie weet wat hieruit gaat. Komen er nieuwe toiletten bij Nest? Dat hoop ik wel. Nou, alhoewel, je hebt er al een gigantisch toilettenblok natuurlijk zitten bij de Oost. En dat is een stuk lopen nog. Nou, dat valt wel mee aan de andere kant van het plein. En nu Polka Marina sloopt, hoef je niet eens om Polka Marina heen te lopen. Ja, oké. Okay. Ja. 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 Movie Park Germany dan maar. Movie Park Germany. Die gaan toch... Over goede toiletten gesproken. Hebben die goede toiletten? Nee, absoluut niet. Nee, ik wou zeggen. Dat is een of ander noodgebouw van de Tweede Kamer in loopt waarschijnlijk. Dan heet je Movie Park Germany. En dan noem je je nieuwe attractie Movie Park Studios. Ik moest daar toch even drie keer met mijn ogen knipperen van... Ja. Hè, wat is dit nou? Ja, nieuwe attractie opent volgend jaar. Ja. 2021. We hebben nog geen exacte datum. Maar het Duitse pretpark stuurde een persbericht uit... waarin wat concept arts stonden. Ja. Het wordt een multi-dimension coaster. Dus dat is eigenlijk een achtbaan met carriages... die de verschillende kanten op kunnen draaien, denk ik. Ik denk dat dat zeg maar, de originele uitleg is van die term. Met als thema een rondrit achter schermen van een filmstudio. Tof. Wat, ik zag een meme voorbij komen op Twitter. Ja. En dat is een meme die komt uit The Office. En dat is dan in The Office vragen ze dan aan die vrouw. Even, ik weet niet hoe die karakter heet. Van Corporate wants you to show me the differences between. En dan laten ze twee foto's zien. Ja. En dan is het een foto van de concept art van Movie Park Studios. En Van Helsing. En dan zegt die vrouw, ja. No, it's the same. dat is een heel flauw meme. Maar dat is natuurlijk wel gek, want ze hebben al een indoor achtbaan. Mm-hmm. Met een beetje dit soort elementen. Nou, ik hoop toch wel dat dit een wat interessantere achtbaan wordt dan dat kermisding van Van Helsing. Oké, okay, ja, dat hoop ik ook. Maar is dat ook echt gezegd? Ja, dat weet ik niet. Maar een multidimension coaster is volgens mij wel iets... Heeft wel wat meer voet in de aarde dan een... Ja, zo kort heet je dan Van Helsing. Ja. Ik vind dat niet zo... Movie Park Studios. Het wordt dus een mix van achtbaan en thema... en dan beleef je de actie van een blockbuster... en je wordt helemaal in de filmwereld gezogen... voor je eigen Hollywood-verhaal. Het is een eerbetoon aan het verleden... en tegelijkertijd een stap in de toekomst. En we zien dus een concept art... waarbij we dus zo'n typische studio-poort zien. Als je door Los Angeles rijdt, hè, door Studio City... dan zie je dit soort poorten bij Universal en Paramount en zo. Er zat een Movie Park Studios op. Heeft een beetje iets weg van Studio 1 in Walt Disney Studios Park. Het deed mij een beetje denken aan The Mummy in Universal Orlando. Ja. Dat is ook een soort museum eigenlijk. Ja. En dan ga je begint eigenlijk in de wachtrij... kom je langs de filmset. Hè. Is het echt nog een filmopnamelocatie. En zie je allerlei dingen uit de film van de mummy. Maar langzaam transformeert dat eigenlijk in... de piramide waar die mummy heeft gelegen. En als je helemaal in het karretje zit... dan zit je ook echt in die vervloekte locatie. Ja. Opvallend is heel vet attractie trouwens. Deze achtbaan wordt gebouwd in de hal... waar ooit Looney Tunes Adventure zat. Of Ice Age Adventure. Ja, nou, ook dat. Maar het is dus niet alleen indoor achtbaan. Nee. Zien we op het concept. Jammer, ik had liever gehad dat het een uitsluitend binnenachtbaan was geweest. Ja. We bouwen dan een grotere hal als je geen genoeg ruimte hebt. We zien wat videobeelden, dan zien we dat ze binnen wat van die façades aan het bouwen zijn. Dus echt filmsets, waar je dan waarschijnlijk met je karretje doorheen gaat. En ik vermoed dat je karretje een keer stopt, dat je dan draait naar een filmset, dat er wat gebeurt en dat je dan een keer poef weer gaat rijden of zo. Zoiets, denk ik. Ja. Multidimension. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er wel vet uit. Het Nederlands bedrijf doet de decoratie. Ja, de Leisure Expert Group. Ja. Concept arts, ja, het zijn wel van die concept arts waar je... Dat klinkt een beetje flauw, maar het zijn heel onrealistische concepten. Dus je kan niet zo goed... Het is heel... Ik kan niet zo goed duiden, wordt het nou echt spectaculair? Of wordt het... Ja. Ik laat je die voorkant even zien. Als je die voorkant bekijkt, dan kan ook best wel gewoon een wandje zijn, weet je? Dat je denkt, ja, is dat beetje, het nou? De zon schijnt, de lucht is blauw, Teletubbies, kom maar gauw. Ja, maar ook, omdat je ziet namelijk als je door die poort heen kijkt, dan zie je daarachter alweer dat een soort van... metalen boogconstructie. Dat kan ook heel erg tegenvallen. Nou goed, dat is natuurlijk de magic of the movies. Hè? Dat is waar. Ja. Dat is waar. We gaan het zien. We hebben allebei een abonnement voor komend jaar van Ja, hij loopt nog door natuurlijk ook. Hè? Ik heb geen nieuw abonnement, maar volgens mij loopt het abonnement dat we hebben nog tot met juli door of zo. Met al die gesloten dagen. Oh, ja nee, ik heb een nieuw abonnement. Kijk. Passie besteld. Dus daar kan ik ook hier naar binnen, toch? Ja. Movie Park Studios. De naam vind ik wel ingewikkeld. Nog steeds. Yeah. Alsof je in de Efteling coaster hebt. Ja, precies. Dat is toch wel lastig. Ja. En het is een intermin, hè? Ja.
Ja, prima toch? Dus volgens mij is dat wel een van de meest baanbrekende attractiebouwers ter wereld. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure is van Intamin. Volgens mij die nieuwe Velocicoaster ook. Taron was van Intamin. Chappas is van Intamin. Ik denk ook de multicoaster van Gringotts. Nee, dat is volgens mij zo'n Canadees bedrijf. Wat ook, ook dat systeem van Harry Potter Forbidden Journey heeft gemaakt. Weet het ook okay. Ik weet niet precies hoe het heet. Ja, Intamin wordt vaak verweten dat ze veel storing hebben. Dat zou kunnen. Alleen, het is ook zo omdat ze juist heel vaak nieuwe, onbeproefde concepten durven te bouwen. Dat het ook betekent dat je veel storingen hebt. Ja, nou maar dat betekent wel dat je gave nieuwe attractieconcepten kunt zetten. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure in Universal was al pijnlijk hoor. Ja, nog dat steeds. Dat heeft na opening wel echt heel lang problemen gehad. Ja. Heel lang. Dacht ik was ook weer, weet je, dan ligt er zomaar een uur uit, weet je. En dan schijnt het. En dan begrijp ik dat het dan hele triviale storingjes zijn. De onboard audio wat niet werkt. Of ze hebben daar een systeem. Het is heel indrukwekkend opstapstation. Ja, je kan me wel spoilers aan, denk ik. Oh, nou, het is met een lopende band. Dus je stapt in je achtbaantrein zoals je in Droomvlucht stapt. Ja. En die treinen staan nooit stil. Nee, ze nooit. Die treinen blijven altijd gaan. Je remt nooit. Ja. Je remt af, maar je blijft altijd in beweging. Ja. Het is gewoon een capaciteitsmonster. Ja. Maar wat daar dan wel eens blijkbaar gebeurt, is dat dan op een gegeven moment. En ik begrijp niet hoe het kan, maar dit las ik op een forum hoor. Dat dan de lopende band niet eens meer dezelfde snelheid heeft als de treinen. En het gaat al best snel. Dus ik moet zeggen, ik verbaas me erover toen. Het is echt wel een roltrapsnelheid. Het is niet. Ja. Maar het is echt gewoon. Met een redelijk tempo moet je instappen. Ja. Maar als dan jouw lopende band langzamer gaat dan de trein. Mm-hmm. Dan moet je instappen in een trein die van jou wegrijdt. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Dus dat. Ja, en daar schijnt wel eens. Dat schijnt een heel moeilijk ding geweest te zijn. Las ik op een forum hoor, dus ik weet niet of het klopt. Maar ik heb daar een heel gaaf filmpje over gezien. Over Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Mm-hmm. Van hoe kan het nou dat die attractie zoveel storing heeft? En dan gaan ze eigenlijk alle losse facetten van die achtbaan. Gaan ze dan bespreken. Want het is een achtbaan met 6 of 7 treinen. Het is een achtbaan met 4 of 5 launches. Dus je wordt 4 of 5 keer gelanceerd. Het is een achtbaan met on-ride audio. Het is een achtbaan met op meerdere punten animatronics. Het is een achtbaan met, spoiler, een drop track. Het is een achtbaan waarin je vooruit en achteruit gaat zonder dus inderdaad stil te staan. Het is een achtbaan waar allemaal losse elementen die allemaal synchroon moeten werken. Die allemaal moeten blijven werken. Dus waarvan er geen enkele stil mag vallen. Nee. Het zijn allemaal veel nieuwe concepten, veel nieuwe dingen. Bijvoorbeeld zo'n dat je zeg maar bij een achtbaan vooruit gaat, omhoog gaat en dan weer achteruit zakt en gelijk weer op een ander stuk track rijdt, zonder dat je stil wordt gezet. Als je kijkt naar Speed of Sound in Walibi Holland, super vet. Daar word je stilgehangen en dan pas op het moment dat de coaster, dat je weer achteruit kan vallen. Dat is geen goed voorbeeld, want die track verandert niet. Bijvoorbeeld kijk je naar Expedition Everest. Dan ga je ook vooruit en achteruit. Maar je blijft daar stilstaan. En pas als de track veilig is omgeklapt, dan ga je weer achteruit een nieuw stuk van de baan op. Ja, dat zie je niet. Dat zie je niet. Nee. Je gaat vooruit, omhoog. En in de snelheid dat je achteruit valt, is de track omgedraaid. En ga je een ander stuk van de baan weer terug op. Ja, heel vet. Nou, dat principe, dat moet dus elke 40 seconden weer werken. Het is zo'n ingenieus ding. Dus ik snap wel dat af en toe wat storingen kan. En wat daar ook een probleem is als, omdat het er op die lopende band instap is, wordt verwacht van de passagier, van de gast, dat je instapt en dat je gaat zitten, beugel dicht doet en dat het ook gewoon doorgaat. Want als het niet goed gaat, dan moeten ze dat ding stilzetten. Ja. En dan klopt het niet meer. Dan loopt de hele boel vast. Ja. Daarom zijn ze ook heel erg in de wachtrij controleren. Ze bij iedereen die een beetje een maatje meer heeft al. Ja. Of je überhaupt al past. Ja. Want ze willen in het station dat gedoe niet hebben. Het moet door blijven gaan. Ja, want het is ook nog eens een achtbaantrein. Met aan de ene kant een motor en daarnaast een zijspan. Dus het zijn ook nog eens verschillende soorten karretjes. Dat is een levenswerk van iemand geweest. Ja. Daar heeft iemand heel veel jaren aan gewerkt. Ja, in die precies. Die projectleider was moe, denk ik. Dat denk ik ook. Heel veel vakantie Curaçao verdiend toen hij er klaar mee was. Ja, precies. Ja. Nou goed, hoe kwamen we hier nou weer op? Oh ja, de Movieparks Germany achtbaan. Ja. Volgend jaar open, ben heel benieuwd. Movieparks Studios 2021, een openingsdatum is niet per se genoemd. Nee. Wel dat hij 60 km per uur gaat. Niet heel hard. Maar. En er komen allerlei referenties in naar oude attracties van Movieparks Germany, zoals de Gremlins Invasion. Ja, dat is leuk. En de Movie Magic, nou dat is leuk. Echt een veel, dat gebouw is inderdaad echt voor heel veel dingen gebruikt. De Looney Tunes inderdaad, Adventure, Ice Age, Boat Ride, ja. Wat spookhuis inderdaad. 60 km per uur is nog niet heel hard, hè?
Nou, wel iets harder dan Vogel Rock, volgens mij. Maar hij is ook voor families. Het is echt een familiebaan wel. Ja. En ja, ik denk zomer, denk ik. Begin zomer. Ik denk dat ze het zelf ook nog niet weten. Nee. Als je een openingsdatum weet of een openingsmoment weet, dan had je dat al wel genoemd. Nee, ze doen waarschijnlijk gewoon een Fantasialandje. Ja, gewoon als het echt af is, dan gooi maar open. Fantasialand. Ja. Moest ik laatst aan denken aan het weekend dat we daar fly mochten. Dat was vet, hè? Cool, hè? Ja. Ook weer terug. Ja. Wil je nog even een Universal of niet? Zeker. Wij zijn toch de enige Nederlandse Universal podcast. Ja, inderdaad. Ja. We hebben beelden gezien van Super Nintendo World. Mm-hmm. In Universal Studios Japan. Ja. Wil je iets over zeggen of niet? Ja, ik heb niet zo heel veel met Super Mario en Nintendo. Ik heb het ook al eerder gezegd in andere afleveringen. Het is niet mijn thema, maar het is wel heel goed uitgewerkt. Ja. Het is een grote, felgekleurde, knotsgekke, drukke, epileptische stad. Mm-hmm. Een soort, ook meerdere lagen zijn het. Met plastic kastelen, met felgroene struiken, met zwevende, ronddraaiende muntjes, met bewegende wolkjes en met twee attracties, namelijk een dark ride en een soort kinderautootjes, dingetjes. Ja. Check vooral even de beelden. Ze staan op YouTube onder andere. Ik denk dat iedereen die deze podcast luistert en geïnteresseerd is in pretparken dit al wel gezien heeft. Ja, maar het is een podcast, dus we moeten het ook een beetje beschrijven. Check vooral de beelden. Super Nintendo World, Universal Studios, google het even. Ja. We weten een openingsdatum nu, want dat is eigenlijk de aanleiding nu dat ze ook wat meer beelden hebben vrijgegeven. 4 februari 2021. Ja. Dan gaat de boel open in Osaka, is dat? Ja. In Japan. Een openingsdatum voor de Hollywood variant. Bij Universal Studios Hollywood. In de Verenigde Staten is er niet. Maar er is nog bijzonder weinig bouwwerkzaamheden te zien. Ja, wel het een en ander, maar het gaat niet zo hard. Dus dat duurt nog wel even. En wordt er wel gebouwd dan, ja? Ja, ze waren al begonnen. Oh, okay. En in Florida, daar zou dit themagebied moeten komen in Universal Epic Universe. Maar dat is tot nader orde uitgesteld. Ja. We zien beelden van de Mario Kart attractie. Waarbij je dus naar binnen moet in Bowser's Castle. Hè. Bowser is die... wat is Bowser eigenlijk? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Groot beest. Ja, toen ik het zag dacht ik, hey, dat is Donkey Kong. Maar dat is weer wat anders. Maar het ziet er qua teaming precies uit zoals je zou verwachten. En dat past perfect bij de IP, Nintendo. Ja. Ik vraag mij alleen af, en dan vraag ik mij serieus af, of dit op de lange termijn nou een iets is waar wat... Hey, dat is iets wat in het begin heel veel publiek gaat trekken. Maar of het nou echt heel goed wordt, dat bedoel ik helemaal niet stom. Ja, maar dat vraag ik me wel vaker af bij Universal. Het interieur van dat Bowser's Castle ziet er een beetje uit als heel gekke vergelijking. Maar ben je wel eens in bijvoorbeeld zo'n bowlingcentrum geweest waar ze dan ook een hoekje hebben aangekleed als kasteel? Ja. Nou, dat soort van... Een beetje Bassie en Adriaan in Amerika en dat ze dan in Florida in zo'n goedkoop hotel gaan zitten. Wat er dan uit moet zien als een kasteel? Wat eruit moet zien als een kasteel. Ja, dat. Ja. Nou, dat. Gewoon... Het is eigenlijk hele... En het hoort bij het thema. Het is hele goedkope thematisering. Want het zijn... Oh, ik moet een kasteel voorstellen. Dus hele grote grijze blokken. Ja. Hè? En dan... maar is het nou echt... Het is niet immersive. Want het is... Ja, je bent... Je waant je niet echt in een videospel. Dat is natuurlijk onzin. Nou ja, dus, dat vind ik wel. Oh, oké. Ik vind dat wel... Ik vind het in die zin wel immersive. Het ziet er vet uit. En ik wil er zeker heen. Maar ik weet niet of dit nou... echt zo'n killer gave experience is dat het lijkt. Het heeft ook een beetje een Mickey Toontown gevoel. Ja, maar ja, dat heeft Toy Story Playland ook, hè? En dat werkt ook. Dat is een goede vergelijking. Ik denk ook wel dat... Daar heb je een goed punt. Ja, en ik denk ook wel dat, zeker in Japan, waar mensen al sinds jaar en dag helemaal gek zijn van videospelletjes, dit echt wel heel erg goed gaat werken. En sterker nog, ik denk dat dit misschien wel meer potentie heeft dan Harry Potter. Zo, dat zijn uitspraken. Dat zijn uitspraken. Je hoort ze hier in Team Talk. Dat zijn uitspraken. Dit is iets wat al sinds de jaren 70, 80, 90 heel groot is en nog steeds populair is. Harry Potter, dat is een eenmalige filmreeks van 5, 6 jaar. Waarvan ik me nu al wel afvraag, heeft dat nog steeds wel een levensduur? Ja. Ik denk dat dit een heel slimme investering is. Zeker voor Japan. Ik moet nog even zien inderdaad wat het doet in Amerika. Ja. Mario Kart Koopas Challenge. Nou, die wachtrij ziet er wel vet uit. Zo'n al die bekende trofeeën die je kent uit de Mario Kart games. Mm-hmm. En dat is dus een karretje met een stuur. Maar de vraag is een beetje hoeveel effect het stuur daadwerkelijk heeft. Maar op het stuur is de grote knop. En daarmee kan je dus waarschijnlijk dingen afsturen. En het is een augmented reality ride. Dus er zijn praktische effecten in een soort van dark ride-achtige setting. En je hebt dan een bril op.
En op die bril worden dingen geprojecteerd. Maar je kijkt ook door de bril heen. Ja. Dat is augmented reality. Dat is natuurlijk een nieuwe techniek. Interessant dadelijk met corona hoe ze dat gaan doen met die bril weer schoonmaken. Ja, dat worden heel veel brillen, denk ik. Ja. Gaan we inleveren en dat schoonmaken. Ik denk wel dat het dure brillen zijn trouwens. Dat zal met wel, ja. Augmented reality. Dus die gaan ook mensen gaan proberen te jatten misschien. Dat wordt allemaal heel ding. Japans en allemaal schatjes. Dat doen ze niet. Maar daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat eruit ziet en hoe dat dan in de praktijk werkt. Je kan ook echt een bananen achterlaten en zo, zoals in de echte Mario Kart. Dat is één attractie. En dan heb je ook nog Yoshi's Adventure. Dat is een soort draakje of zo? Ja, Yoshi is het draakje uit. Ja. Waarin je... Het is een soort lange trein van Carnival Festival-achtige karretjes die achter elkaar ook buiten komen. Dat is wel grappig. Ja. En dan guests dus, need to find the three colored eggs that lead the way to the golden egg that Captain Toad was seeking. Guests will encounter a spectacular view of the Mushroom Kingdom from Mount Beanpole while having fun on this ride. That's perfect for the whole family. Dat is meer een familieattractie, waarbij je dus, ja, hier kan je het zien, je zit dus in een Yoshi. Ja. Het lijkt erop, maar ik kan het niet goed inschatten, dat dat een soort van trackless dark ride-achtig is. Nee. Dat is een hele sliert van karretjes die ook buiten komen. Dus zie je ook al, als je nu foto's van het gebied ziet, zie je ook al karretjes buiten. Oh, als een soort lange endless train. Dat is gewoon een kinderding dus. Ja. Ik vind het allemaal superleuk daar in Japanners. Ben je ooit hier geweest, Osaka? Nee, hè? Nee. Even mijn topografie is heel slecht. Is dat nou ver weg van Tokio of niet? Ik heb geen idee. Je kunt volgens mij, ja... Ik ben in Tokyo Disneyland geweest en toen kon ik daar een vliegtuig pakken. En dan was je volgens mij in een uurtje kon je in Universal zijn, maar ik heb dat niet gedaan. Even kijken, we zoeken op... Oh, dan krijg ik even een restaurant als ik zoek op Osaka. Nee. Osaka, Tokyo is met de auto... Ja. Hij zal nadenken. 6 uur en 40 minuten rijden. Dat is niet dichtbij. Oh, dat ligt natuurlijk daar. Ja, joh, ik weet waar het ligt. Jee, oké, ja. Oh, ja. Ja. Japan, je bent gewoon in Japan geweest. Het lijkt me zo bijzonder, Japan. Ja, ik had ook heel graag dit jaar weer gegaan. Maar ja, helaas. Echt waar, ja? Was dat de bedoeling? Ja, maar helaas... Waar ligt Tokyo Disneyland? Even op de kaart. Sorry, hoor. Dit is helemaal niet leuk om te luisteren, maar ik ga toch kijken. Tokyo Disneyland. Op Maihama. Hmm. Oh, aan het water. Dat wist ik trouwens, want dat is natuurlijk Disney Sea. Wow, daar is wel echt geen uitbreidingsruimte meer, hè? Of wel? Ja, of ze moeten nog wat land opspuiten. Hebben ze voor Hongkong ook gedaan. Oh, over Hongkong gesproken. Hongkong Disneyland. Ja. Is weer dicht. Ja, dat is shocking, hè? Voor de derde keer. Dat is wel een record. In 1 jaar tijd dat een Disneypark 3 keer moet sluiten. Disneyland Parijs is ook voor de 2e keer gesloten. Maar Hongkong was alweer heropend. En was al sinds juni geopend weer. Maar is helaas weer gesloten. Ja. Ja. Voor jouw beeld. In de afgelopen 14 dagen zijn er 1242 mensen positief getest op het coronavirus in Hongkong. In Nederland zitten we op 6800 zoveel vandaag. En in Hongkong gaat alles dicht. En in Nederland zitten we dus op 6 keer zoveel per dag. Zijn de attractieparken open. I rest my case. En Hongkong heeft 7,5 miljoen inwoners. Dat is iets minder dan de helft van Nederland. Deze cijfers komen trouwens van de John Hopkins University. Ik weet niet of dat nog een beetje... Misschien dat er nog een beetje een verschil in zit. Maar het is in ieder geval fors minder coronabesmettingen. Daar loopt er wel hard op trouwens. Dus maar helaas geen Mystic Manor. Nee! Geen nieuw kasteel. Maar die zijn al 3 keer dicht geweest. Dat is een ramp. En dat park liep toch ook niet zo heel goed al? Of, Volgens mij liep het sinds de... toevoeging van Toy Story Playland en Mystic Manor en Grizzly Gulch wel best wel goed. Oh, oké. Okay. Nieuw kasteel is dit jaar geopend. Een paar weken terug nog. We hebben het er nog over gehad. The Castle of Magical Dreams. Ja. Maar helaas. Ja. Is nu weer gesloten. We hadden het daarvoor virtual reality. Ja. Ik heb deze week ook een virtual reality themabeleving meegemaakt. Dat meen jij niet. Ja. Waar ben je geweest? Ik ben bij The Virtual Mol geweest. Je hebt het Belgische programma, Vlaamse programma, De Mol. Ja. Eigenlijk de voorloper van de Nederlandse Wie is de Mol. Ja. Ja, stiekem net wel even iets beter dan de Nederlandse Wie is de Mol. Dus als je echt fan bent van de Nederlandse Wie is de Mol, ga alsjeblieft kijken naar de Vlaamse De Mol. Wat echt een fantastisch programma. De Mol. De Mol. Wordt gepresenteerd door Gilles de Koster. En dit is dus een virtual reality programma. Een virtual reality spel dat je met 4 personen kunt spelen. Het mag ook met 5 of 6, maar dan moet je wel uit hetzelfde huishouden komen. Een vriendin van ons had dat gewonnen. Ik vond het echt superleuk.
Die had die experience gewonnen. Ja, ja, ja. Dus, en dat is wel goed ook. Want normaal gesproken betaal je er dus €40 per persoon voor. Vind ik wel vrij aan de prijzige kant. Even voor een uur. Spoilervrij, wat gebeurt er? Het totale bezoek duurt denk ik 1,5 uur. Een uur en een kwartier. En het eerste half uur ga je dus kennis leren maken met virtual reality. Dus je gaat in zo'n helm op doen. Je gaat wat spelletjes spelen die niks te maken hebben met de mol. Als je dat eenmaal kan, als je eenmaal bent ingewerkt, zeg maar, dan ga je dus beginnen met de mol. Krijg je allemaal zo'n headset op, allemaal een rugzak om, allemaal een geweer. En dat geweer, dat is dus om jou te tracken. Dus je bent op een speelveld van 9 bij 9 meter. Je bent gewoon binnen, je bent gewoon lekker warm, maakt helemaal niet uit. Koptelefoon op en dan wordt er één van jullie groep wordt aangewezen als de mol. Dus dat is wel leuk, dus er zit één persoon bij die daadwerkelijk de opdrachten moet saboteren. Dat is eigenlijk het hele principe van de mol. Ik denk dat iedereen die het programma luistert wel ooit van de mol heeft gehoord. En je gaat dan dus inderdaad in Nieuw-Zeeland mee zogenaamd. En je gaat echt heel mooi gedaan. Je kunt goed om je heen kijken. Zie je hele mooie prachtige uitgestrekte landschappen. De zee, bergen, zelfs nog een lift. Een helikopter met een kooi waar je aan hangt en zo. En zo word je ook verplaatst. Want je gaat natuurlijk die ruimte van 9 bij 9 meter ga je nooit uit. Maar het voelt echt heel echt. En je hebt ook op een gegeven moment komt er een scherm in beeld. En dan verschijnt Gilles daar dus op die jou gaat uitleggen en jouw teamgenoten wat de opdracht is. Je ziet jouw teamgenoten ook als digitale poppetjes rondlopen. En je moet bijvoorbeeld munten jatten uit een museum. Of je moet via een lift, moet je vrijstellingen uit elkaars handen zien. Het is echt, echt leuk. Echt een interessante thema beleving. Dit klinkt heel indrukwekkend. Ja. En ik had echt even het idee dat ik in Nieuw-Zeeland was. Ja, slaat nergens op, maar het voelde echt, echt heel tof. Oké. Ja, nou, uiteindelijk bleek was mijn vriendin de mol? Nee, mijn vriendin was de mol. En niemand had haar door. Dus ja. Verbaast me weer niks. Dat is wel weer mooi natuurlijk. Maar het was wel leuk, want die kon ik echt prijzengeld winnen. En onze prijzenpot was veel lager dan de gemiddelde prijzenpot. Dat had ze goed gedaan. En we zaten uiteindelijk... Dat is eigenlijk helemaal geen goed teken, hè, dit? Nee, maar... Dus je moet uitkijken, ja, jij dus. Ja. Maar het was wel leuk, want alles wat je zegt en doet, dat heeft dus ook heeft gevolgen voor in het spel. Dus ja. Je kunt in het spel kun je ook drones afschieten. Je kunt ook echt vrijstellingen voor iemand zijn neus wegkapen. En dat heeft ook echt een invloed op hoe iemand... Want er gaat ook echt iemand uit. Maar moet je ook halverwege van die testen doen? Ja. Dat je dan... Oh, okay. Ja, je moet, als je erin blijft, moet je 2 keer een test doen. En als je er halverwege uitgaat... En ook voor die groene en rode schermen. Ja, zoals in, ja, dan krijg je de executie. Dan gaat hij ook echt jouw naam intikken. Dat is echt leuk. Dat is leuk, ja. Is echt waar doe je dit? Waar doen we dit? Ja, nu is het open in Breda en Eindhoven. We zijn er in Eindhoven geweest. Maar het is ook in België, maar daar zijn ze nu dicht. Ah ja, corona. Ja, ja, helaas. In Nederland kan het dan wel. Dus dat is wel mooi. Ik zeg niks. Nee, ja. Ja, okay. Ik word een beetje besmet door jou, denk ik. Ja. Nee, maar dat is dus het... de mol. Het is van The Park. Ja. En het is een speler in... ik krijg erover niet betaald voor zo, maar ik vond het gewoon leuk om te vertellen. Nee. Dus... Steekt even een foutje van een mol in zijn broekzak. Maar nee, leuk. Ja, die boodschappenkrant is niet van de mol die hier staat. Dat is gewoon... Nee, maar vet. De virtual reality dingen die ik was gedaan heb, die vind ik fantastisch. Behalve de achtbanen. Virtual reality achtbanen word ik misselijk van. Ik ben toen in die Spoiled Brats, of heet dat ding ook weer geweest? Crazy Bats. Crazy Bats, In Fantasieland, daar werd ik heel misselijk van. Maar ik heb thuis een tijdje zo'n Oculus gehad. Ja. Van die games spelen. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt heel leuk. Ja. Echt even weg. Dat is echt escapisme. Dat klopt. Ik moet wel zeggen dat ik er meestal na een half uurtje, 3 kwartier wel klaar mee ben. Dan geloof ik het wel weer. Maar ik was nu zo... Ik werd nu zo in dat spel gezogen dat ik het echt... ik was echt even helemaal weg. Dat was leuk. Ja. Mocht je nou willen reageren op deze podcast, dan ga je naar themetalk.nl/reageren. Daar heb je een formulier, kan je altijd invullen, kan je een berichtje sturen. Ja. Ik stel voor dat we volgende week heel wat van dat soort dingen gaan behandelen. Ja, en dan stel ik voor dat we de week daarop, dan hebben we aflevering 150. Ja. Misschien is het leuk als we dan een virtueel cadeautje voor elkaar hebben. Oké. Okay. Het was eigenlijk stiekem een beetje jouw idee vorige keer. Maar ik dacht, nu we het toch opnieuw moeten opnemen, vond ik het wel heel leuk om dat dan nog een keertje te doen. Maar dan niet voor volgende week, maar de week erop. Voor aflevering 150. Ja, het was mooi een jaar geleden. Toen zaten we met z'n allen en 100 luisteraars. En met andere pretpark podcasts zaten we bij elkaar in Toverland. Hadden een fantastische dag, was echt geweldig. Dat zal dit jaar helaas niet kunnen. Maar we willen wel toch een soort van leuke, gezellige kerstaflevering maken. Dus ik vind het leuk als wij dan een digitaal of een virtueel niet bestaand cadeau voor elkaar hebben. En een gedicht. Ja, het enige is wat wel belangrijk is we doen dat op afstand. Ja. Ik zit dan namelijk... Op Curaçao. Op Curaçao. Zal ik vast niet terugkomen in jouw gedicht? Ik zat even te kijken op de Rollercoaster Database. Yeah. Maar op Curaçao is in ieder geval volgens hen geen achtbaan. Oh.
Nou, dus, kun je ook niks sluiten. Dat valt alweer mee. Nee, maar er is wel volgens mij een permanente kermis. Oh, volgens mij. Kermis Curaçao. Even kijken hoor. Ja, je ziet, er is echt wel eens een kermis. Een booster en zo geweest. Maar wat ik mij dus ook een leuk idee lijkt, Thomas, is als we onze luisteraars oproepen om een voiceclip in te sturen. Dat kan via WeTransfer. En vul dan het e-mailadres in audio@themetalk.nl. Of als je in een WhatsApp-groep zit, stuur het dan even naar ons toe via WhatsApp. En dan wil ik eigenlijk een soort kerstwensen, nieuwjaars, goede doelen. Happy New Year. Goede voornemens. Want niemand hoeft met kerst alleen te zijn. Precies. Dan wil ik eigenlijk een soort good vibes, goede voornemens aflevering maken. Van aflevering 150. Wat dan ook onze kerstaflevering wordt. En waarin wij dus voor elkaar een virtueel kerstcadeau hebben. En dus ook een gedicht. Themetalk.nl/reageren. Oh, misschien is het ook wel leuk als we onze luisteraars vragen om een gedicht te maken. Zeker. Voor ons, voor elkaar, voor de pretparken. Ik doe mijn best. Ja. Petje.af/themetalk. Ja. En dan zeg ik, Maurice, tot volgende week. Thomas, tot volgende week.